بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم لقائه ثم أما بعد إخواني وأخواتي بس برودس خان فدر إن شاء الله تعالى met de gedragscodes van een student van kennis. We hadden in de ochtend drie punten genoemd, oftewel twee punten. Dus we hebben de eerste zaak gehad. Dat was al ilmu ibadah. Kennis is een aanbieding. En we hadden het over de ikhlaas. We zeiden de ikhlaas kent twee voorwaarden, oftewel de aanbieding kent twee voorwaarden, zodat die ge geaccepteerd wordt door Allah we zeiden naam ja, de ikhlas de zuivere intentie en vervolgens zeiden wij het liefhebben van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam Dat kunnen we plaatsen bij de ikhlas inshallah taala en dat was de tweede punt Kun ala is salaf bewandel de weg van de vrome voorgangers en de derde punt wat wij nu gaan behandelen Moulay zijn toe, chashetilla. Vastklampen aan ontzag hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Vastklampen aan de ontzag van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij, beste broeder en zuster, ook standvastig dient te zijn. En het vrezen van Allah. En het hebben van vrees voor Allah. En het hebben van ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala. En de geleden zeggen. al mabniyya al Als we het hebben over vrees voor Allah, oftewel gashia. En we gaan zometeen ook, laten we zeggen, deze twee. Betekenissen ook uitleggen en ook de verschillen tussen deze twee. Dan zeggen de geleden dat de ghoef, vrees wat wij dienen te hebben voor Allah, gebaseerd moet zijn op twee pilaren: Eén, het liefhebben van Allah, en twee, het hoogachten van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabba wa ta'wim. Vrees hebben voor Allah betekent ook het liefhebben van Allah, subhanahu wa taala, en ook het oog hoogachten van Allah, subhanahu wa taala. Je hebt hem lief en daarom heb je vrees voor hem. En daarom zeggen de geleden: Liefde voor Allah is hetgeen wat jou drijft om het rechte pad te blijven bewandelen. Het liefhebben van Allah. De liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Is hetgeen wat jou aanspoort. Om het rechte pad te blijven bewandelen. Om standvastig te kunnen zijn. Om constant de islam serieus te nemen. En ook hetgeen wat jou waarschuwt. Om het pad niet los te laten. Is vrees wat je hebt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hetgeen. Wat ervoor zorgt, wat jou weerhoudt om het rechte pad niet los te laten, om niet af te wijken van het rechte pad, is hetgeen wat je hebt voor Allah aan vrees. Vrees voor Allah, en heb je nodig zodat jij constant het rechte pad blijft bewandelen. En dat jij niet afwijkt van het rechte pad naar de, laten we zeggen, de wegen naam, die leiden naar ...de ongehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben het rechte pad als sirat al-mustaqim. En zoals de profeet al in de overlevering zei... ...hij zei, langs het rechte pad heb je ook tussenwegen of vertakkingen. En dat zijn de wegen van de shaitaan, alhamdulillah. Hetgeen wat ons naam, kan beschermen en weerhouden... ...om niet af te wijken van het rechte pad... ...is vrees wat je hebt voor Allah... Als iemand, laten we zeggen, op de snelweg gaat rijden, dan heb je ook bepaalde banen. Je dient op je baan te blijven. Wil jij van baan veranderen, dan moet je dat ook aangeven. Je mag niet zomaar zonder nood de vluchtstrook gebruiken. En hetgeen wat jou, laten we zeggen, aanspoort om juist. Op je eigen baan te blijven, is dat wij angstig zijn voor de boetes. Die zullen komen als wij deze wetten niet in acht nemen. Want als iemand zomaar de vluchtstrook gaat nemen, hoe, hoeveel, hoe hoog is die boete? 360? Ongeveer? Als jij hoort 63 of 360 euro. neem en dan denk je honderd keer na voordat je de vluchtstrook gaat gebruiken. Nahm. Iemand die de auto rijdt, nahm. wat moet hij gebruiken wanneer hij instapt? De gordel. Iemand die dat wil doen, wat is hetgeen wat hem aanspoort om zijn gordel te gaan gebruiken? Huh? Vrees voor de boetes. Hetgeen wat jou aanspoort om op het rechte pad te blijven en dat je niet afwijkt van het rechte pad, is vrees voor de woede van Allah. Vrees hebben voor de bestraffing van Allah Subhanahu wa Taala. Vrees hebben voor Jahannam, voor de bestraffing die jou te wachten staat in Jahannam wa wanneer jij niet afstand neemt van hetgeen wat verboden is. al Imam Ahmed, rahimahullah. Aslul ilmi khashyatullah ta'ala. Aslul ilm, de basis van kennis. De oorsprong van kennis. Hetgeen waarop kennis steunt. Hij zegt khashyatullah: ontzag hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ontzag, ontzag hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah in Surat Vater, vers nummer 28. يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء أفتوى إنه فقط المستخدمين من المعرفة الله De bezitters van kennis onder zijn dienaren. Die Allah vrezen. En vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah Azizun Voorwaar Allah is Aziz. Hij doet wat hij wil subhanahu wa ta'ala. Niemand die wat tegen hem kan zeggen. Waarom hij iets doet. En hij is de Almachtige subhanahu wa ta'ala. Ghafoer vergevensgezind. Allah zegt hier. Inna en dat is een zaak wat gebruikt wordt om een zaak alleen tot bepaalde categorie mensen te beperken. De werkelijke vrees en ontzag bezitten alleen mensen van kennis. De ware ontzag bezitten alleen de mensen van kennis, de geleden. En daarom, beste broeder en zuster, naam, dienen wij juist onze best te doen en het. Verwezenlijken van meer kennis en ook in het verwezenlijken van meer onzag voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hetgeen wat jou kan helpen en steunen bij het verwezenlijken van al gasja kennis. Jouw kennis is hetgeen wat ervoor zorgt dat je al-ghashya hebt voor Allah subhanahu wa ta'ala, ontzag hebt voor Allah izawajal. En daarom zeggen de geleden: Allah izawajal heeft de geleden hier in het specifiek genoemd omdat ze meer kennis over Allah hebben. Maar meer kennis hebben over de schone namen van Allah. Over de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Meer kennis hebben over de Koran. Meer kennis hebben over de Sunnah van de Profeet sallallahu Meer kennis hebben over de oordelen, over de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook op de hoogte zijn van hetgeen wat hij liefheeft, subhanahu wa ta'ala. En ook dat ze op de hoogte zijn van hetgeen wat hij verafschuwt, subhanahu wa ta'ala. Hetgeen wat verboden is. En daarom hebben zij deze status bereikt en behaald. En deze positie behaald en bereikt. Wegens hun l'gashia wat zij hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. De geleden zeggen. Er is een verschil tussen l'gashia en l'gauf. Tussen vrees en ontzag. Want hier wordt er gezegd ontzag. L'gashia. En... Soms zie je ook het woord al-gouf, vrees, voorkomen. De geleden zeggen: al 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 en al al Dat ontzag groter, en sterker en meer is dan al -gauf. En geweldiger gewildiger is dan al -gauf. En daarom heeft Allah subhanahu wa taala niet alleen maar vrees toegeschreven aan de bezitters van kennis, maar juist onzag. Onzag heeft hij toegeschreven aan de geleden. En dat betekent dat onzag, wat Allah hier noemt, iets anders is dan hetgeen wat de meeste moslims hebben voor Allah. Subhanahu wa Want is vrees wat een geleden heeft voor Allah gelijk aan vrees die een student van kennis voor Allah heeft? Ze zijn niet gelijk. Een geleden heeft meer vrees voor Allah dan een student van kennis. En als we zeggen, is vrees wat een geleden heeft voor Allah even groot als vrees wat de algemene moslims hebben voor Allah? Nee, zeker niet. Ja. En dat betekent dat het hier gaat om een zaak die geweldiger is dan de algemene vrees die wij hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. En deze ontzag die geweldig is, en sterker is, en groter is dan vrees, dat is hetgeen wat jou aanspoort om de verplichtingen na te komen. En daarom, Zeggen de geleden dat kunnen we vergelijken met laten we zeggen een rijdier. Als iemand een rijdier zou hebben, naam, en vervolgens gebruikt hij een dunne stok, dat hij daarmee zijn rijdier slaat, zodat hij ook, laten we zeggen, naar voren gaat, en rijdt en beweegt. Als jouw stok, wat je op dat moment gebruikt, heel dun is en zwak is, en slap is. Zijn beweging zal ook slap zijn. Maar als jouw stok sterk is, stevig is, dan zal je ook gelijk merken naam, dat hij zeker sneller begint te gaan. Naam. En dat moet je ook bij jezelf controleren. Als jouw zwe uh, vrees voor Allah zwak is, slap is, naam, dan merk je dat je traag bent in het gehoorzamen van Allah. Dat je, laten we zeggen, de aanbidding hoort, de verplichtingen hoort, de bevelen hoort, maar dat je, die dat uitstelt. En zwakker bent in het gehoorzamen. En dat je laks bent in het gehoorzamen van de bevelen van Allah. En wanneer jouw iman sterk begint te worden, wanneer jouw vrees ook sterk begint te worden, want hoe meer iman, hoe meer vrees gaat altijd samen. Iemand die een sterke Iman bezit, zal ook een sterke vrees hebben voor Allah en dat noemen wij ontzag. En dat merk je ook bij jezelf. Wanneer je bepaalde momenten hebt waar de Iman sterk is, dan voel je gewoon dat je graag het goede wil verrichten. Je voelt geen weerstand in jezelf die jou tegenhoudt om het goede niet te verrichten. Wanneer jouw Iman zwakker wordt, dan voel je dat je terughoudend bent wat betreft het verrichten van het goede. Dat je wil zwakker begint te worden. Nee. En dat heeft te maken met onze zeg wat jij hebt voor Allah subhanahu wa taala, met vrees wat wij hebben voor Allah subhanahu wa taala. De tweede zaak waarmee wij al-kashia onze kunnen onderscheiden van gevoel, de geleden zeggen: al-kashia tu ta'kunu min 'izam al-maghshi, al-maghshi wa al-khuf min du'f al-qa'if wa illa min ykun al-makhluq wa al 'azima. En dat is zeker een zaak die wij heel goed moeten begrijpen. Ze zeggen Al-Khazia ontzag. Min il Oftewel, dat heeft te maken met de geweldigheid van degene die jij vreest. Als we het hebben over ontzag, dan heeft het te maken met de geweldigheid van degene die jij op dat moment vreest. Is Allah zo geweldig? Dan hebben we voor hem vrees. Naam. Dan hebben we voor hem ontzag. Dat betekent dat je op dat moment Allah hoog acht, omdat Hij geweldig is. En daarom heb je meer khushyah voor Hem, ontzag voor Hem. Maar ze zeggen: "Wal min En vrees heeft te maken met de zwakte van een persoon zelf. Als jij zwak bent, dan heb je vrees. En dat hoeft niet altijd te zijn dat degene die jij op dat moment vreest ook geweldig is. Laten we zeggen. Een kind van twee kan ook een andere persoon van dertig vrezen, omdat hij geweldig is. Is een persoon van dertig jaar of twintig jaar geweldig? Kan hij, laten we zeggen, die jongetje van twee schaden? Kan hij hem schaden? Ook niet, toch? Dus telkens wanneer je een oudere persoon ziet, dan ga je vanuit, hij gaat mij zeker slaan, op pijn doen. Nee, dat hoeft niet. En vooral als het gaat om een volw volwassen persoon. Maar toch heeft hij soms bepaalde vrees. En dan is het vrees omdat hij zwak is. Niet omdat degene die hij vreest geweldig is. Nee. Maar als het gaat om een gastje, als het gaat om ontzag, dan is het juist wegens het feit dat hij geweldig is. Omdat hij geweldig is en daarom heb je ontzag voor hem. El gouf heeft juist te maken met de persoon. En als we dat wat makkelijker en verded, wat duidelijker willen maken, dan zeggen we ontzag heeft te maken met Allah, subhanu, omdat hij geweldig is. En geloof heeft te maken met de persoon zelf. Ontzag heeft te maken met de geweldigheid van Allah. En dan is het een eigenschap van Allah op dat moment. En daardoor ga je ontzag voor hem hebben. Maar als het gaat om geloof, dan is het een zaak wat de mens heeft in bezit. En af en toe in bepaalde versen kom je wel het woord al tegen. Dan is hetgeen wat hiermee bedoeld wordt ontzag. Al voor Allah azza wa jal. Maar hetgeen wat hiermee bedoeld wordt is ontzag in de meeste gevallen. Naam. En toch is al ontzag hoger dan het woord al En daarom zeggen de geleden... Je ja. kan wel bepaalde vrees hebben voor een mens... Al is hij niet gewildig, dan is het slechts vrees. En ook een zaak waarmee de geleden, Al-Ghashya en ook Al-Ghaw el van elkaar onderscheiden, ze zeggen, Al-Ghashya is altijd, naam, eigenlijk een vrucht van kennis. Want ontzag kunnen we alleen hebben wanneer we kennis hebben over Allah. Wanneer we kennis hebben over de Koranische Sunna. Wanneer we kennis hebben over, hebben over de verplichtingen die wij moeten nakomen. en ook over de verbodenen die wij moeten mijden. En dan pas is er ontzag aanwezig. Gauw kan ook zelfs te maken hebben met de natuurlijke vorm van gauw. waarmee wij geschapen zijn. En al ben je geen geleden, en toch heb je gauw. zelfs voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dan praat je over het basisniveau van gauw. Of dan praat je over de natuurlijke gaf. We hebben de natuurlijke gouf, de natuurlijke vrees. al De mens is geschapen met het vrezen van hetgeen wat, hè, wat gevaarlijk is. Als wij nu horen dat de leeuw hier in de plein loopt en dat hij van plan is om onze kant op te komen. Wat heb je op dat moment? Ontzag of geloof? He? Vrees. Heb je dat ergens op school geleerd? Op de basisschool, groep 2 of groep 1, die zeiden tegen jou, als jij hoort dat er een leeuw ergens is, dan moet je vrees hebben. Dan moet je angstig worden. Hebben we dat ergens geleerd? Nee, niemand denk ik. En waar komt het vandaan? Dat komt van de fitra vandaan. Naam, want Allah aajal, heeft ons met de natuurlijke vrees geschapen. De natuurlijke vrees geschapen. De Naam. Als je hoort er is brand. Als je hoort er is brand. Wat speelt er op dat moment in je hoofd? Huh? Je raakt in paniek, wat nog meer. Je wilt zo snel mogelijk vluchten. Weggaan. Hebben we dat ergens geleerd? Hebben we dat ergens geleerd? Ook met de fitra meegekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, dus de vrees heeft ook meestal te maken met de fitra waarmee wij geschapen zijn. En als men kennis gaat vergaren en vervolgens doet hij dat op basis van kennis wat hij heeft, dan begint hij richting de ontzag te gaan. Dan ga je richting ontzag, al gasje. En daarom zeiden de geleden, zoals we de uitspraak van imam Ahmed hebben genoemd, hij zei, aslul ilmi De oorsprong van kennis, En werkelijke kennis, is dat het jou leidt naar het... Hebben van ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei niet geloof, maar zijn ontzag. Omdat juist yes, kennis leidt naar ontzag, want vrees heb je al. En de basisvrees had je al. Dus hetgeen wat we nodig hebben is ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je Allah vreest op basis van kennis die je hebt over hem. Op basis van kennis die je hebt over de openbaringen, zowel de Koran als de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat is een soort vrees die jou constant duwt richting standvastigheid. Een aanspoort richting standvastigheid. Maar als we alleen geloof hebben, ja, dan is de ene keer goed, de andere keer weer niet. En dat je steeds nou, verandert van toestand. De ene keer ben je een beetje vroom, de andere keer ben je helemaal niet vroom. En als het Ramadan is zoals we al zeiden, dan ben je wat meer vroom. En zo verder, zodra hij zeker. Zou je dan ook kunnen zeggen dat je daardoor door vrees alleen maar vrees eerder, uh, gaat of, uh, mag je zo niet dat, dat, bedoel, dat dat je van hopelijk wordt. Ja, dat je zeg maar, uh, uh, ja, eigenlijk uh, wordt. wordt. Ja. Door vrees Dat Hoeft niet. Dat hoeft niet. Want een persoon die geen vrees heeft, die kan wel opstandig zijn. Nee. Maar iemand die vrees heeft, hij kan wel zeggen: Ik weet dat ik zondig, maar ik, ik heb te kampen met zwakke IMN. Maar dat iemand vrees heeft, dan toch zegt: Ja, maar ik bepaal zelf wat ik doe. Op dat moment is er iets anders gaande. Zijn overtuiging is niet helemaal correct. Dus deze uitspraken die komen van. Een gevaarlijke zaak die ook te maken heeft met de wortels. Want als iemand zegt, ja, maar ik bepaal zelf wat ik doe, op dat moment zegt hij dat hij niet meer een dienaar wil zijn, maar dat hij zelf ook de baas wil zijn. Hij zegt, ja, maar ik bepaal toch zelf wat ik doe. Kunnen wij zeggen dat we zelf bepalen wat wij moeten doen? Wij mogen niet bepalen wat wij doen. Want Allah heeft ons hier op aarde gezet en hij zegt tegen ons wat wij moeten doen. Waar leven wij? Op aarde. Het is het bezit van de almachtige, van Allah. En al hetgeen wat jij hebt gekregen is van Allah. Dus de planeet aarde, al art, is een planeet, heeft Allah geschapen. En al hetgeen wat zich bevindt op aarde is van Allah. En dat heeft hij geschapen voor ons. Om dat te gebruiken voor het aanbieden van Allah. En al hetgeen wat wij bezitten aan gunsten, zoals Allah en zegt in de Koran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. In al hetgeen wat wij bezitten aan gunsten, het komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Is van Allah. Wallahi, als wij vanaf vandaag tot 2030 zouden blijven opzommen hoeveel gunsten Allah aan ons heeft gegeven, dat we nog steeds niet klaar zijn. Vanaf nu tot 2030. Naam. Bijna elf jaar lang. Om alleen de gunsten te gaan opzommen die Allah aan ons heeft gegeven. Dan is het niet klaar. Waarom? Het is maar een voorbeeld. Al zouden wij tot 3000 gaan. Nog steeds niet. Allah zou zeggen in surat Nahl. En als jullie de gunsten van Allah willen opzommen. Het is onmogelijk. Dus ga dat niet proberen. Want dat is onmogelijk voor je. Waarom? De gunsten van Allah zijn ontilbaar. Alleen de gunsten in jezelf. Hetgeen wat jij in jezelf hebt, in je lichaam. is niet te beschrijven. En daarom horen wij. dat bepaalde wetenschappers. wanneer ze bepaalde onderzoeken gaan verrichten. over mensenlichaam. Nou, dat ze daardoor achter bepaalde feiten. komen. die Allah al, al heeft genoemd. waardoor zij. ook zich bekeren tot de islam. dan zeggen ze. deze zaken die kunnen niet zomaar uit het licht komen uit de lucht komen. Deze zaken komen van Allah. Deze zijn prachtige gunsten die Allah aan de mens heeft gegeven. En daarom zeggen de wetenschappers, er is een middel in het hart. Als die met 1% meer wordt, dan kan de mens doodgaan. En als die met 1% minder wordt, dan kan de mens doodgaan. Wie is degene die dat zo precies en nauwkeurig heeft bepaald? Allah subhanahu wa ta'ala. Is het dan geen prachtige gunst? Jouw ziel, het ademen. Wallahi, als jij alleen stilstaat bij de bekendste gunsten. Subhanallah. Het is onmogelijk dat wij dankbaar kunnen zijn voor hetgeen wat wij bezitten aan gunsten. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan de overlevering tegen de Sahaba wa ardahum: Hij zei tegen hen: Istakim wa l'an tuhsou. Hij zegt: Wees standvastig. En weet dat je niet altijd standvastig kan zijn. Is iemand in staat om 100% standvastig te kunnen zijn? 24 uur? 24-7? Nee, hij kan altijd, nou laten we zeggen. Een beetje zakken van standvastigheid. Dat hij bepaalde verkeerde dingen doet. En verboden dingen begaat. En bepaalde verplichtingen verwaarloost. Naam. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En weet dat niemand onder ons slechts door zijn goede daden verlost kan worden. Jongen. Als iemand 60 jaar zou leven. En vanaf de belasttijd, vanaf zijn tiende jaar. Goede daden blijft verrichten totdat hij het wereldse verlaat, 50 jaar lang. Dan zijn zijn daden, wat, zij, wat hij heeft verricht, niet genoeg om het paradijs te betreden. Ze zijn niet gelijk aan de beloning. Dus laten we zeggen: iemand heeft maar een maand gewerkt en vervolgens zeggen ze tegen hem: hier, 100.000 euro. Terwijl hij een normale baan heeft. Hij gaat flauw vallen. Dat is niet normaal, of niet? Dus laten we zeggen, als jij een normale baan zou hebben en zegt tegen jou 100.000 euro, je gelooft het niet, kan gewoon niet. Nou, hij zegt, ja, wat ik doe is rond 2000, 3000, 400 max of 4000 euro max, maar 100.000 kan niet. Maar hetgeen wat wij in het paradijs krijgen, is het gelijk aan hetgeen wat wij verricht hebben? Zal ik dat even een beetje makkelijker maken voor ons? Een berekening, iemand leeft 65 jaar. Iemand gaat 65 jaar leven. Wanneer wordt hij belast? Wanneer wordt hij belast ongeveer gemiddeld? We zeggen 15 jaar. 15 jaar of 12 jaar? Huh? 12, 13. Wij zeggen 12 jaar. Vanaf zijn geboorte tot de 12 jaar werd hij niet belast met de regels van de islam. Hij wordt niet verweten. En daarom zei de profeet wa de pen van de belastheid is opgeheven bij drie mensen. Eén van die drie mensen is Een kind totdat hij pubert. Vanaf 12 jaar tot 65 jaar is hij belast. Hoeveel van die jaren heeft hij geslapen? Vooral de mensen van Nederland die, die veel houden van slapen. Hoeveel heeft hij geslapen? He? Een derde? Nee, niet een derde. Bijna de helft. Of niet? Een derde? Maar we hebben de eerste twa twaalf jaar niet gerekend, hè? Ja, Dus we zijn de 65 min 12 is 53. 53, dus laten we zeggen 25 jaar heeft hij besteed aan slapen. Of laten we zeggen 20 jaar heeft hij besteed aan slapen. Hoeveel is er nog? 35, 33, 33. Hoeveel tijd heeft hij besteed aan eten en drinken en werken? Ja, eten, drinken en werken. Hoeveel? Ik denk. Vijf jaar. <laughs> Vijf jaar. Als wij gemiddeld acht uur per dag werken. Gemiddeld acht uur per dag werken. Hm? Hoeveel blijft er over? Wallahi, als wij onze best doen, dan blijft er. Vijftien met moeite over. Vijftien jaar. Iemand leeft 65 jaar. Hij heeft maar vijftien jaar besteed aan de aanbidding. Vijftien jaar maar? Vijftien jaar. En wat wil hij voor krijgen? De eeuwige genieting in het paradijs. Hoe dan? Dus laten we zeggen, als hij alleen maar die vijftien jaar, alleen maar dag en nacht de aanbidding gaat verrichten. We zouden hem betalen per, per minuut of per uur met 100 euro. Per uur. Hoeveel heeft hij verdiend? Ja. Miljarden? Miljarden? 15 jaar. 100 euro voor elke uur wat hij heeft gewerkt. Dus laten we zeggen 200 miljoen dollar. Nou ja, dat is volgens mij gigantisch veel. Wallahi, hetgeen wat je in het paradijs krijgt, kunnen we niet vergelijken met miljarden. Kunnen we niet vergelijken met miljarden? Waarom? Daar heb je alles wat je maar verlangt. En het blijft eeuwig, plus je hoeft helemaal niks voor te doen. Plus het is niet te vergelijken met hetgeen wat jij op het wereldse hebt. En daarom zijn de profeet in de, de overlevering. Allah ala, Allah heeft gezegd. Ik heb voor mijn rechtschapen dienaren bereikt in het paradijs. Wat geen enkele oog heeft gezien. Geen enkele gehoor heeft gehoord. En geen enkele geheugen heeft ingebeeld. Subhanallah. Waar? In het paradijs. Voor zo weinig jaren die jij hebt besteed voor de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom dienen we wakker te worden, beste broeders en zusters. Hetgeen wat wij verrichten stelt niks voor. En daarom zijn de profeten, sallallahu alayhi jouw daden zijn niet de reden om het paradijs te betreden. Allah is degene die jou gaat barmhartigen, wegen zijn genade en barmhartigheid en zijn gunst gaan we het paradijs betreden. Toen de Sahaba radiallahu anhu dat hoorden zeiden zij ze tegen de Profeet sallam: en u ook niet op boodschapper van Allah, want ze zagen dat de Profeet sallam alleen maar het goede ging verrichten. Toen zei hij: "Wala ana illa an Allahu fadl". Ik ook niet behalve als Allah mij bedekt met Zijn genade en gunst. Subhanallah. Zelfs de Profeet was hem ook niet. Ja. Heeft hij gezond wasallam heeft hij gebeden verwaarloosd, heeft hij verkeerde dingen gedaan in zijn tijd? Nee. Altijd het goede verricht, SallAllahu Alaihi Wasallam. En toch zegt hij, zelfs mijn daden zijn niet genoeg om het paradijs te betreden, maar ze zijn reden alleen maar. Dat noemen we reden, een sabab. Het is slechts reden om het paradijs te kunnen betreden, maar het is nooit genoeg. En daarom ga nooit denken oh, alhamdulillah ik verricht heel veel daden. Hoeveel dan? Vertel. Hoeveel? Dat je 24 uur alleen maar aan het bidden bent? Koran aan het lezen bent? Nee, dat bestaat niet. En al zou je dat willen doen, dan zeggen we tegen jou, het is haram. Waarom niet? Jouw lichaam kan het niet aan. Allah azawajal heeft ons bepaalde lichamen gegeven. Hij heeft ons zo geschapen op aarde dat we ook andere zaken nodig hebben. En daarom die drie mannen die naar de eisen van de profeet salallahu kwamen. De eerste die vroeg naar de nachtgebeden van de profeet sallallahu wa sallam. Bidt de profeet wa sallam de hele nacht en slaapt hij niet. Of bidt hij en slaapt hij. Toen zeiden ze dus tegen hem, hij bidt en slaapt. Dus eerst slaapt en vervolgens bij de laatste een derde deel van de nacht staat hij op om nachtgebeden te verrichten. Hij zei... Ik ga alleen bidden, niet slapen. De tweede zei: Hield de Provestaanslim de vrouwen? Toen werd het tegen hem gezegd: Nou, hij hield vrouwen. En hij zei: Ik ga vrouwen niet huwen, blijf alleen. Want vrouwen hieuwen is een afleiding. Dat is een bezigheid die jou afleidt van het aanbidden van Allah, zeggen zij. De derde vraag was: vast de Provestaanslim elke dag? Ze zeiden tegen hem: Nee, hij vast niet elke dag. Want als jij toch heel veel wil vasten, dan is de maximale wat jij kan doen, is dat je een dag wil vasten, een dag niet. En dat noemen we siyamu de meest geliefde vorm van vasten bij Allah, is dat jij een dag vast en een dag niet. Maar dat, dat iemand zegt, ik wil een hele maand vasten, of twee maanden, of drie maanden achter elkaar, dat kan niet. Zondigt men? Nee, maar hij zondigt. Want als het goed was, waarom heeft de Prophet dat niet gedaan? Hij heeft ons niet aangespoord om dat te doen. Toen de Prophet deze drie dwalende uitspraken heeft gehoord, vond hij, dat genood, vond, vond hij dat noodzakelijk om de mensen hierover te vermanen. Dat hij een vermaning had gehouden en dat hij tegen de metgezellen zei. Waarom zeggen bepaalde mensen de volgende zaken? Dus het ging niet om hun namen, het, het ging om hun denkwijze, om hetgeen wat zij van plan waren, hetgeen wat ze zeiden. billah, wat zeker bots met de islam. Hij zei: Ik ben iemand die bidt en slaapt. Ik ben iemand die vrouwen hield. Ik ben iemand die vast en eet. En weer een andere weg neemt dan mijn sunnah, behoort niet tot de mijne. Zei de profeet sallallahu alayhi wasallam. Naam. Nou, Gematigdheid, zoals we al zeiden. Dus ongeacht hoeveel daden jij gaat verrichten, beste broeder en zuster, weet dat je uiteindelijk niet te veel hebt verricht. En daarom moeten we alleen maar meer verrichten. Maar meer verrichten betekent dat we gaan overdrijven. Nee, gematigdheid binnen de islam blijven. Binnen de kaders van de islam blijven. En daarom zijn de Proostanius-Lem de overlevering die zoveel zei de bukhari en sahih muslim staat met verschillende versies met verschillende naam riwayat overgeleverd door Aisha de professaastem zei alayhi amruna wie indaad verricht wat wij niet hebben bevolen het wordt verworpen wie indaad verricht wat wij niet hebben bevolen wat niet van de islam komt niet binnen de quran niet binnen de sunna van de profeet stavi het wordt niet ver verworpen niet geaccepteerd Verworpen betekent niet geaccepteerd, ongeldig verklaard, niet daarvoor beloond worden en dat je daardoor zondigt. Dat je daardoor zondigt. Je daardoor zondigt, je daardoor zondigt. Elke daad wat jij verricht, wat niet overeenkomt met de islam, al zou iemand een goede intentie daarbij hebben, zegt Allah en zo tegen jou: dat accepteer ik niet. Jij ja, begaat een zonde. Dus het is niet als iemand een goede intentie heeft dat het juist goed is. Nee, de geleden zeggen een slechte. Of een goede intentie kan een slechte daad nooit goed praten of goed verklaren. Naam. En slecht la Een goede intentie zal een slechte daad niet goed verklaren, niet terecht zetten. Dus we dienen juist goede intentie te hebben en ook dat de daad goed moet zijn. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het in de vers gehad over de geleden, de bezitters van kennis. En dan is het ook van groot belang om te weten wie een goede geleden is. Oftewel, men hoe al al-rabbani. al-rabbani, een ware geleden. De geleden zeggen... Ze zeggen... Een ware geleden, een werkelijke geleden, is iemand die juist zijn kennis prakticeert. Iemand die zijn kennis prakticeert is een ware geleden. En dat is hetgeen wat hiermee bedoeld wordt met de vers. Dus ze zijn niet, ze behoren niet tot de beste mensen zomaar omdat ze kennis hebben. Nee, ze behoren tot de beste mensen omdat zij hun kennis geprakticeerd hebben. En daarom dienen we hen ook als voorbeeld te nemen in het praktiseren van kennis, niet alleen maar in het hebben van kennis. Hij is degene die zijn kennis, wat hij bezit, naam praktiseert. Omdat hij zichzelf opvoedt. Middels wat? Middels kennis, wat hij geeft. En het opvoeden van jezelf betekent het praktiseren van die kennis. Dat is opvoeding. Opvoeding betekent dat jij. Juist yes, het goede verricht en op afstand blijft van het slechte. Zowel in de overtuigingen, daden van aanbidding, als omgang, denkwijze, naam, gedrag. Al deze zaken noemen wij opvoeding. Dat hij zichzelf opvoedt, allereerst en vervolgens anderen. En daarom zeggen de geleden: Iemand die een zaak niet bezit of niet heeft, kan het niet aan iemand anders geven. Als hij zelf niet de juiste ontzag heeft, niet de juiste opvoeding heeft en dat hij die kennis niet practiseert, wat wil hij meegeven? Wat wil je dan meegeven aan anderen? En daarom dienen we juist meer onze best te doen in het practiceren van de kennis die de geleerden practiceren, in plaats van dat wij ook alleen maar hun kennis overnemen. En zoals we al eerder zeiden, de geleden zeggen. En degene die zijn kennis niet prakticeert, hij zal tot de eerste groep mensen behoren die uiteindelijk in de hel zullen terechtkomen. En degene die zijn kennis niet prakticeert, zal behoren tot de eerste groep mensen die in de hel komen voor de Billah. En daarom, jouw ontzag zorgt ervoor dat jij standvastig blijft in het praktiseren van die kennis. En dat je altijd, wanneer je iets leert, dat je dat gelijk gaat toepassen. En daarom was het een gewoonte van de self, van de vrome voorgangers, de sahaba, de metgezellen van de profeet, dat zij niet verder dan tien verzen gingen. Ze gaan tien verzen leren, de betekenissen opzoeken, overpijnsen, toepassen... En dan weer een andere tien verzen en zo verder. Ze ging niet verder dan tien verzen. Meenodiseren, vervolgens overpeinzen, vervolgens praktiseren. en ook dawa verrichten en dan pas weer anderen. Waarom? Want de Profeet (AS) zegt in de overlevering: "Wal Qur'anu hujjatul Laka en de Qur'an is een bewijs voor je of een bewijs tegen je. Als jij zoveel mogelijk kennis wil hebben, maar je doet er niks mee. Je gaat het niet praktiseren. Dan kan het Yawm al-Qiyamah wal tegen jou getuigen. Hoe kan de Koran tegen ons getuigen? Als wij meerdere versen in de Koran tegenkomen. Die ons juist opdragen om bepaalde verplichtingen na te komen. Maar je ging die verplichtingen niet nakomen voor Allah. Wat gebeurt er dan? Naam. Dan zal die kennis en die Koran tegen jou getuigen. Omdat jij dat niet ging nakomen voor Allah. Subhanahu wa dat je dat niet ging... Ging nakomen voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Heb jij de Koran wel in acht genomen, serieus genomen? De bevelen van de Koran nagekomen? De verbodenen van de Koran vermeden omwille van Allah? En Dan zal het voor je getuigen. Dan zal het voor je bemiddelen, Yawm qiyamah Het getuigen betekent het bemiddelen voor je Yawm naam Dat het juist ervoor zorgt dat jij het paradijs betreedt. Dat de Koran ervoor zorgt dat jij ver verwijderd wordt van de hel. En dat is hetgeen wat wij in acht dienen te nemen. En daarom zeggen de geleden. Oftewel, en degene die zijn kennis niet praktiseert. Het zal alleen leiden naar. Dat hij stopt met het vergaren van kennis. Dat hij afhaakt van het vergaren van kennis. En dat hij wil ook geen zegening heeft bij het vergaren van kennis. Een zegening betekent dat jij naam, jouw kennis makkelijk kan toepassen, makkelijk kan praktiseren en omzetten in daden. Als jij, de billah' Jouw kennis niet gaat praktiseren. Dan gaat het ook ervoor zorgen dat de rest van kennis wat jij al hebt. Niet kan toepassen in jouw dagelijks leven. En ook wanneer het niet praktiseren van jouw kennis. Leidt naar het vergeten van die kennis die jij al hebt. En dan is het een bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Een bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zei een van de vrome voorgangers. Hij zei.

En dat hij niet te snel dingen onthoudt. We praten niet over hetgeen wat wij in deze tijd hebben. Dat wij zelfs één bladzijde niet kunnen memoriseren in een, een maand tijd. Nee, zij praten over, laten we zeggen dat hij een hele boekje wil memoriseren in één dag. En dan klaagt hij, ik kan het niet. Een hele boek in één dag. Nou, zo moet je het zien. Niet dat zij totaal niet konden memoriseren. Nee, dat zij juist iets wilden hebben wat in deze tijd onmogelijk is. Want hun probleem was dat zij juist bepaalde dingen niet konden vergeten. En daarom was het een gewoonte van bepaalde vrome voorgangers om niet naar de markten te gaan. Wat is datgeen wat je vaak bij de markten hoort? Luiden geluiden, wat nog meer. De prijzen en ook verboden dingen. Dat mensen gaan schreeuwen, gaan schelden, gaan vloeken. Dat de mensen ruzie gaan maken. Waarom? Als hij dat hoort, dan kan hij dat niet meer vergeten. Al hetgeen wat hij hoort, het is een grafische geheugen... Een grafische geheugen waardoor hij dingen niet meer kan vergeten. Nou, maar onze probleem is juist dat wij snel dingen vergeten. Te snel dingen vergeten. Dat je tegen iemand zegt, wat hebben we na het gegeten? Dat hij toch moet nadenken, wat heb ik nou gegeten? Jullie weten het nog, toch? Alhamdulillah. Nou. Dus we zeiden... Dat het niet praktiseren van kennis ervoor zorgt dat wij kennis vergeten. En we hadden de uitspraak genoemd. Hij zei: ila Ik ging klagen, klagen bij Wakir over naar het slecht onthouden van dingen. dat hij niet te veel kon memoriseren. Fa ila tarkil hij zei tegen mij: Neem afstand van de zonden. Subhanallah. Een geleden. Die gaat naar een andere geleden. Die zegt tegen hem: Ik kan niet snel dingen onthouden en mee onraceren. Hij zegt gelijk tegen hem, jouw zondes. Echt? En wanneer wij dat tegen een student van kennis in deze tijd zeggen, dan zegt hij: Ja, maar hoe weet u dat ik zondig dan? Ik zondig niet. Ik heb geen, zondig, geen zondes. Ik zondig echt niet. Ik ben echt goed. Of niet. Nou. Als hij toch wil praten, dan zegt hij: Ja, ik zondig niet. En dan praat hij over: Hij zegt, Ja, maar ik drink geen alcohol. Ik verricht geen zina. Ik ga geen bankinbraken verrichten. Hij denkt: Dat zijn de zondes. Andere zondes? Ja. Even toe liegen. Af en toe roddelen. Af en toe die willen anderen beledigen, belachelijk maken. Ja. Afgunst hebben. Ja. En nog meer van die zondes, dat zien wij meestal als een normale zaak. Omdat het nou, heel normaal is geworden. Dus hij bedoelde, Rahim Allah, hij zei tegen hem: Naam, ila Hij zei tegen mij: Neem afstand van jouw zondes. En hij zei tegen hem, waarom hij dat heeft gezegd. Hij zei: De leiding van Allah is een soort licht. Het licht van Allah wordt niet gegeven aan een zondaar. En daarom de uitspraken van Sarah van de vromen, die zijn, subhanallah, heel weinig, heel beknopt. Maar ze bevatten heel veel kennis en wijsheid. Hij zegt tegen hem, neem afstand van de zondes. Waarom? Want de leiding van Allah is een soort licht. En het licht van Allah wordt niet gegeven aan iemand die zondigt. Jij wil iets mee, snel gaan meehoroseren, maar jij zondigt. Dat betekent dat het juist deze zaak tegenhoudt en de weg staat. Je moet het zien als een obstakel. Ja, het wilt niet binnenkomen. Waarom? Omdat jij aan het zondigen bent. En iemand die wil zondigen wil van alles verrichten, maar toch wil hij, laten we zeggen, de hele Koran gaan meehoroseren. Hoe dan? Hoe wil je dat doen? Hij zondigt dagelijks en hij zegt ik wil graag de hele Koran memoriseren. Kan dat? Bijna onmogelijk. En al zou hij dat leren, dan is de kans heel groot dat hij dat snel vergeet. Dat hij dat heel snel gaat vergeten. Waarom? Want de zondes naam, jagen het licht van Allah weg. Dan wordt het licht van Allah weggejaagd door jouw ja zondes. Ze laten het licht van Allah niet binnenkomen. En daarom moet een persoon juist kiezen: wat wil ik nou hebben? Het licht van Allah of de duisternis van de zondes? En de zondes zijn een soort duisternis. En daarom zijn de Prophet in de overlevering van Hudeva die in Sahih Muslim vermeld staat. Hij zegt: de Prophet heeft gezegd. De verleidingen van de Shaitaan worden neergelegd of voorgelegd aan het hart. Naam, niet als, hij zegt: Ka Hasir. Jullie weten wat het hasir is? Jullie hebben van die uh, lange tapijten gezien in sommige moskeeën, die uit plastic bestaan. Plastic stokjes die in elkaar worden geschoven. Dat noemen we el hasir. Verschillende rieten tapijt. Naam, en dat ze elkaar worden geschoven en vervolgens worden zij genaaid. Dan maak je een grote tapijt van. Ja, de professor Aslam zegt dat de verleidingen van de Shaitaan precies hetzelfde zijn. Ze komen achter elkaar. En wat bedoelt de Shaitaan met zijn verleidingen? Wat is zijn doel? Hij zegt: ze worden volgelegd aan het hart. Dat hij juist het hart bedoelt. En daarom zeggen de geleden: het gehoor. Dat is niet hetgeen wat de satan wil hebben. Het zicht is niet hetgeen wat de satan wil hebben. Jouw handen is niet hetgeen wat de shaitaan wil hebben. Dat zijn slechts kanalen die de satan gebruikt. Dat zijn slechts wegen die de satan gebruikt om uiteindelijk bij het hart te komen. Om bij je hart te komen. Als je wat hoort, waar gaat het dan naartoe? Blijft het hier bij je gehoor? Slechts hier bij je hoofd? Nee, dan gaat het naar je hart. Als je iets aanraakt wat verboden is, dan gaat het ook naar het hart. Als je iets ziet wat verboden is, dan gaat het ook naar je hart. Als je iets zegt wat niet goed is, dan gaat het ook naar je hart. Als je ergens naartoe loopt waar zondes verricht worden, dan gaat het ook naar je hart. En daarom zegt de Professor Nya Sallam, de verleidingen van de shaitaan, die komen via deze kanalen die ik heb genoemd. Deze kanalen, dat is hetgeen wat de shaitaan gebruikt. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, -ha", elke hart die gehoor geeft aan de verleidingen van de shaitaan. En dan zeg je, ja maar ik heb toch geluisterd, het hart heeft toch niks gedaan. Ik heb toch gestolen. Het hart heeft toch niks gedaan. Ik heb toch gerookt. Het hart heeft, heeft toch niks gedaan. Ik ben alleen naar een koffieshop gegaan. Het hart heeft toch niks gedaan. Nee, de profeet sallallahu alayhi zei. Hmm. أشربها, elke hart die gehoor geeft aan de influisteringen van de shaitaan. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nukta elke hart. Die gehoor geeft aan de influisteringen van de shaitan, oftewel de verleidingen van de shaitan, dan zal daardoor een zwart vlek naam, in het hart geplaatst worden. -billah. En dat noemen we vulma, duisternis. Naam. Laten we zeggen: Als iemand. Wat zien jullie hier? Welke kleur heeft het? Allemaal wit, hè? Als wij, laten we zeggen, iemand de opdracht geven om een uur lang op verschillende plekken puntjes te gaan neerzetten. Een uur lang. Blijft het helemaal wit? Wat begin je dan te zien? Dat hij steeds donkerder gaat worden, dat hij blauw wordt. Een blaadje. Met kleine puntjes wordt al zwart. Maar wat denk je van elke zonde die een vlek laat in je hart? Hoe groot is je hart? Zo. Is je kleiner dan je venst? Kleiner, want een venst dat is een hart van een, van een grote schaap. Een hart van een mens is volgens mij kleiner, toch? Heb je je hart ooit gezien? Ja, van een schaap, even groot als, groot als een mens. Dan zeggen we een venst. Ja. Ongeveer een venst. Subhanallah. Telkens wanneer jij zondigt, beste broeder en zuster, wat gebeurt er dan met je hart? Wat wordt in je hart geplaatst op dat moment? Een zwarte vlek. Subhanallah. Maar is het letterlijk een zwarte vlek of figuurlijk? Figuurlijk bedoeld. Dat betekent dat jouw iman daardoor zwakker gaat worden. In plaats van dat je een zachte hart had of hebt, wordt het alleen maar harder en harder. Dan gaat het richting de steen. En dan hoor je de vermaning van Allah, dan hoor je de Koran, dan hoor je de lezingen, de preken, de lessen, maar dan voel je niets in je hart. Wat gebeurt er dan met je hart? Dan word je verzegeld. Wat is verzegeld? Jullie hebben allemaal meterkasten thuis, toch? Wat heb je bij de meterkast? Waarom is het verzegeld? Nou, nee. je kan niet aanknoeien, maar je kan ook niet via een andere weg elektra gebruiken zonder dat je daarvoor betaalt. Want in Nederland wordt voor alles betaald. Nou, nee. dan is het verzegeld. En als jouw hart verzegeld wordt, dan kan niets binnen dringen naar het hart, niet van het goede, behalve als Allah subhanahu wa ta'ala dat wilt. En daarom zegt de profeet sallallahu elke keer wanneer het hart gehoor geeft aan de invluisteringen van de shaitaan, aan de verleidingen van de shaitaan, wat gebeurt er dan? Dan wordt er een zwarte vlek in je hart geplaatst. En dan zegt de profeet sallallahu en elke hart die geen gehoor geeft, qalbin dus laten we zeggen, we hebben geen zwarte. Zo'n mapje is helemaal zwart. Als we iemand een witte stift zou ge zouden geven. En vervolgens zeggen we tegen hem, blijf een uur lang. Naam, puntjes neerzetten hier. Zetten, hier naam, en vervolgens wordt hij steeds lichter. Zo moet je het zien. Onze harten die kunnen wel, laten we zeggen, gevuld zijn met zondes. Maar ze kunnen in taala ook gereinigd worden. Een witte kamis, een witte gewaad, als jij dat zes maanden lang gaat dragen achter elkaar, nooit gaat wassen, wat gebeurt er? Maar kan hij ook zwart worden of niet? Hij kan toch richting een zwarte kleur gaan. Hoeveel heb je nodig om hem te wassen? Even snel, snel, vijf minuten doorheen halen en de was stoppen of langer? En daarom kiezen heel veel mensen ervoor om die kamers of die gewaad weg te gooien, want die kan hem niet meer gebruiken. Maar als je hem toch graag wil wassen, dan moet je hem echt meerdere malen gaan wassen. Kunnen we onze harten weggooien? Nee, 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 zo werkt het niet. Je dient hem te gaan reinigen. Je hebt niks anders dan het reinigen van het hart. En is het mogelijk dat onze harten gereinigd worden? Nee, het is zeker mogelijk. Heeft Allah en ons ook verschillende middelen gegeven om dat te kunnen doen? Nee, zoals het stigvaar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Is het moeilijk voor ons om de stigvaat te verrichten? Nee, Het is heel makkelijk. Alleen we moeten het deel willen. Astaghfirullah. Vanuit je hart. Dat je is vraagt aan Allah. En dat zorgt ervoor dat je hart, subhanallah, schoner gaat worden. Gereinigd wordt. Naam, middels hetgeen wat jij zegt, subhanallah. En dat moeten wij niet onderschatten. Wallah, beste broeder en zuster. Al-Istighfar, dat is de genezing van alle ziektes bijna. Zelfs dat de geleden zeggen: zelfs mensen die geen kinderen krijgen, waarvan de vrouw niet vruchtbaar is, dat het met de wil van Allah vruchtbaar kan worden, middels het verrichten van Al-Istighfar. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل, يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين الله عز وجل زغتير فقلت استغفروا ربكم ما زغت تيخا فخن فرغت فرخفن الاستغفار فرغيت forgiveness فر for الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ذات هاي اوك من الهمل لا تنداله من الله سبحانه وتعالى Wij dit en in, dat hij jullie zoveel voorziening geeft als nakomelingen en kinderen. Wat was de reden? Lustigvaar. En dat bij heel veel zaken, daarom moeten wij de lustigvaar vragen, niet gaan onderschatten, waarmee wij onze harten kunnen reinigen. De profetie zegt, totdat we uiteindelijk twee verschillende harten hebben twee verschillende harten. Want een hart heeft gehoor gegeven en een hart heeft geen gehoor gegeven. Dus laten we zeggen een hart van een vrome moslim en een hart van een dwalende, een ontsvoerde moslim. Nou, dan heb je uiteindelijk twee verschillende harten. Iemand die bidt, neemt afstand van het verbodene. Hij is standvastig. En iemand bidt niet, rookt, drinkt, stilt, verricht zina. Ja. Zijn ze hetzelfde? Nee. En dan zegt de professor alayhi totdat de harten uiteindelijk twee verschillende harten worden. Hij ja, zegt, Kalbin abjad, een wit hart. Mitlassafa, niet als een witte marmer, helemaal wit. Ja. Dat je geen andere vormen of andere kleuren doorheen kan zien. Hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, La tadurruhu fitna. Geen enkele verleiding kan hem schaden of beïnvloeden. Of effect kan hebben op hem. Waarom? Constant, wanneer hij zondigt, keert hij terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij geeft het niet op. Naam. La tadurruhu fitnatun wal ard. Geen enkele beproeving of verleiding kan hem beïnvloeden of schaden. Zolang de hemel en de aarde naam bestaan. Subhanallah.

Zijn beker. Omgekeerde beker. Omgekipte beker. Deze is vol. Dat kunnen we niet gaan uitproberen. Deze. Maar laten we zeggen: dat is de beker die dicht is of op zijn kop is. Wil water drinken schenken? Is het mogelijk? Al zou ik, laten we zeggen, een jaar lang blijven proberen. Kunnen wij iets van hetgeen wat wij hier hebben, binnenkrijgen? Nee, nooit. Onmogelijk. Waarom? dan is het hart verzegeld, zoals we al eerder zeiden. Hij zegt, niet als een omgekipte beker, hij kent geen goede. En hij ontkent niet het verwelpelijke. Alleen hetgeen wat als voeding gegeven is, van zijn begeten. Subhanallah. We hebben een boom. Wanneer we, Laten we zeggen, water geven aan een boom. Op tijd, de juiste hoeveelheid, de juiste momenten. Naam, dan zal het ook bloeien, groeien, vruchten geven. En dan zullen de mensen zeker profijt aan hebben. Laten we zeggen, als we benzine of diesel geven aan een boom. Blijven dat gewoon geven. Elke dag een beetje benzine, diesel. Wat gebeurt er? Gaat die bloeien? Gaat die groeien? Kunnen wij profiteren van de, de vruchten? Gaat hij dood. Gaat hij dood. Het hart. Hij heeft maar één soort voeding nodig. En dat noemen wij. Ontzag hebben voor Allah enzovoort. De l'iman. Het brandstof. De brandstof wat wij nodig hebben voor onze harten is de l'iman. Hetgeen wat te maken heeft met het aanbieden van Allah, het gehoorzamen van Allah en zo. Geef een andere soort voeding, wat gebeurt er dan? Dan zal je hart alleen maar zieker gaan worden, en dat totdat hij doodgaat. Dat je hart zelfs dood kan gaan, en daarom dienen we wel onze harten op tijd te gaan verlossen van al hetgeen wat onze harten kan verzieken. Dus we zeiden, Al-Gasja. Nu gaan we naar punt 4. Dawamu al-muraqabah. Dawamu al-muraqabah. Dawam betekent dat je constant iets blijft doen. Wat moet je constant doen? Constant bewust zijn van de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Constant Bewustzijn van de aanwezigheid van Allah is een eigenschap van een student van kennis. Hetgeen wat wij noemen zijn gedragscodes, maar ook eigenschappen. Want zoals de geleden zeiden, Al Hilia wat wij aan het doseren zijn, Hilja Tuttalibi Al-Ilmi, van sheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Het is een soort, laten we zeggen, eigenschap wat wij moeten bezitten wanneer we laten we zeggen kennis aan het vergaren zijn. Dat kunnen we vergelijken met kleding. Kleding wat je draagt om je aura te bedekken. De eigenschappen wat je moet hebben en dragen wanneer jij kennis aan het vergaren bent. En kunnen wij wanneer we naar buiten gaan ergens onze kleding vergeten dat juladhi bila zonder Kleding op straat loopt. Kan dat? Nee, dan is jouw laura zichtbaar voor anderen. Deze eigenschappen die een student van kennis dient te bezitten, hij dient ze altijd te hebben. En als hij een paar van die eigenschappen ergens laat en vergeet, dan is het niet alsof hij naakt op straat loopt zonder kleding. Zo moet je het zien. Dat heeft hij nodig. En als hij dat niet doet, kan hij die kennis niet krijgen. Die kennis kan hij niet krijgen. Dus een van die eigenschappen. Die. Bakr Abu Zaid. Rahimahullah. Heeft genoemd. Hij zei. Dawamul muraqabah. Constant bewustzijn van de aanwezigheid van Allah. Azzawajal. En daarom toen we bij de overlevering hebben genoemd. Van Jibril. Toen hij aan de profeet vroeg. Mal wat is Ihsan? Zeiden de Proveran tegen hem, en dat je Allah aanbidt, niet alsof je hem kan zien. Dat noemen wij het aanschouwen van Allah subhanahu wa ta'ala dat jij Hem aanbidt niet alsof je Hem kan zien. En dan zegt de Propestane: en als je hem niet ziet, weet dan dat Hij jou ziet. Dat noemen we al-Muraqabah. Bewustwording van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je constant bewust van bent dat Allah zijn aanwezig is. Zijn aanwezigheid is middel zijn kennis, middel zijn kunde, middel zijn gehoor, middel zijn zicht. Al deze zaken dienen we te erkennen. Hij weet wat we, wat we aan het doen zijn. Hij is in staat om ons te bestraffen of te belonen, subhanahu wa ta'ala. Hij ziet wat wij aan het doen zijn. Hij hoort wat wij aan het zeggen zijn, subhanahu wa ta'ala. Doe alleen hetgeen wat hem tevreden maakt als het gaat om kennis, als het gaat om de kracht, de kunde van Allah, als het gaat om het horen, als het gaat om het zien omdat jij bewust bent van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus jij bent niet iemand die zegt, als ik in de moskee ben, dan ben ik vroom. Als ik thuis ben met mijn vrouw en kinderen, dan ben ik vroom. Als ik met mijn ouders ben, dan ben ik vroom. Ben ik op werk en ik werk alleen met ongelovigen, dan ben ik half vroom. Dat noemen wij een partij moslim. Ooit van gehoord? Nee, hè? Wanneer is hij een moslim? Wanneer hij, laten we zeggen, zijn werk verlaat? Moeten wij ook moslims zijn overal? Want op je werk zit Allah wat je doet? Hoort Allah wat je zegt? Is Allah enzo zo op de hoogte van hetgeen wat je zegt en doet en verricht op dat moment? Naam. Vrees je Allah. Je komt ergens op werk, je hebt een vrouwelijke collega, ze geeft je een hand is een collega, zij is getrouwd, je hebt het ook getrouwd. Dat is geen probleem. Dan zegt men: Ik heb een andere intentie. Wat voor intentie heb je dan? Dat je je hand geeft aan je moeder? Huh? Is het jouw moeder, of jouw zus, of jouw vrouw? Je werkt ergens, het is kerst. Ze zeggen: We hebben kerstdiner en willen dat je meedoet. Je weet dat het niet kan, niet mag, maar je zegt: Ja. Het kan geen kwaad. Het is maar even. En in mijn hart geloof ik niet daarin. Als ik het doe, dan ben ik collegiaal. Dan kom ik, laten we zeggen, als gematigd over. Gematigd. En dat je ze ook, laten we zeggen, prettige feestdagen wenst. In welke wet staat het? Dat je wanneer je in Nederland bent, dat je verplicht bent om mee te doen met anderen. Is het nou, ergens in de wet vermeld? Dat je als je in Nederland bent, dat je verplicht bent om mee te doen met kerst en Sinterklaas en andere feestdagen? Of dat je, alhamdulillah, meedoet met hetgeen wat zeker botst met jouw overtuiging? Nee, dus overal waar je ook bent, weet dat Allah en jou ziet en hoort. Dus je hebt niet vrees voor je moeder en vader en vrome mensen... Maar je hebt vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ziet jou. Allah ziet jou, beste broeder en zuster. Wallahi, al zou jij Naam. de mogelijkheid krijgen om honderd kilometer in de aarde te gaan. en dat jij je daar gaat verstoppen om een zonde te verrichten. dan zeggen we: Allah ziet jou. Allah ziet jou. En hij weet wat je aan het doen bent. Beste broeder en zuster, wij leven hier op aarde. De geleden zeggen, zoals in de, zoals in de overlevering voorkomt van de sallam. ze zeggen als je alleen maar denkt nou, aan de afstand tussen aarde en de troon van Allah, dan zul je flauw vallen. Nou, want de Prophet zegt in de overlevering: tussen elke hemel is er een afstand van 500 jaar. Volgens welke snelheid? Huh? Volgens welke snelheid ongeveer? Snelheid van het licht, 500 jaar tussen de hemelen. Dan hebben we zeven hemelen. Subhanallah. En ook tussen de zeven hemelen, dan heb je ook daarna, laten we zeggen, de stoel, de korsie. Hebben we ook water. En daarna vervolgens de troon van Allah Subhanahu wa Taala. Naast het feit dat Allah in zo hoog is, naam. Hij weet alles en hij ziet alles en hij hoort alles. Subhanah. En hij is in staat om jou op dat moment te vernietigen, kapot te maken. Daarvoor heeft hij niet een bepaalde tijd nodig. Kom, feia, kom, wees, dan zal het ook aanwezig zijn en plaatsvinden. En daarom, een student van kennis kan zich niet loskoppelen van muraqabah. Dat hij constant denkt: Allah ziet mij, de mensen. Waarom moet ik vrees hebben voor de mensen? En dan, als de mensen dat zien, en dan, wat gebeurt er? Nou, als de mensen ontevreden worden over mij, en dan, wat gebeurt er dan? Ga je naar de hel? En daarom dient een student van kennis, niet alleen maar een student van kennis, maar alle moslims als doel te nemen: ik zoek en streef alleen maar de tevredenheid van Allah. Niets anders dan dat. Al-muraqaba. Dus het is niet. Ik doe wat ik wil, wanneer het mij goed uitkomt. Nee, jij leeft volgens de wetgeving van Allah overal wie je ook bent. Niet wanneer het goed uitkomt, zo werkt het niet. En daarom zeggen de geleden: El <totreden> zoals we al zeiden. Dat je Allah aanbiedt niet alsof je Hem kan zien. En als je Hem niet kan zien, dan weet en weet. En wees bewust dat hij jou ziet, subhanahu wa ta'ala. Als we het hebben over bewustwording van Allah, subhanahu wa ta'ala, betekent ook dat je constant twee vleugels moet hebben. Want wij zijn onderweg naar Allah, subhanahu wa ta'ala. Elke dag die wij meemaken, wordt eigenlijk eraf gehaald van onze leeftijd wat wij gaan leven hier op aarde. Dus als wij zometeen de Maghrib aanbreken, dan naam, is één dag weggehaald van jouw leeftijd. En dat betekent dat jij, laten we zeggen, dichterbij je sterftijd komt. Naam. Wij zijn onderweg naar Allah. En wanneer onze sterftijd aanbreekt, dan stopt jouw reis naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan stopt het, dan is het klaar. Dan is het voorbij dan is jouw Qiyamah op dat moment aangebroken. Nou, jouw Qiyama, jouw uur is op dat moment aangebroken. En daarom zeggen de geleden, onderweg naar Allah Azza heb je twee vleugels nodig. Welke vleugels? Vrees en hoop. Al-Ghawfu wa al ar-raja. Dat is hetgeen wat je nodig hebt. Als we het hebben over al-Muraqaba, dan is hetgeen wat jij in acht dient te nemen, deze twee vleugels. Vrees hebben voor Allah en hoop hebben aan de tevredenheid van Allah en de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zeggen de geleden. Mu'rakaba tussen, tussen de golf en de raja. En da, dat noemen wij gematigdheid. Al gematigdheid. Dat is hetgeen wat de islam zegt. Mogen we overdrijven, overdrijven het hebben van vrees voor Allah. Nee, want dat leidt naar van hoop. Dat je wanhopig wordt. En daarom zegt Allah in Zawajal tegen ons in surat Zumar. La taqnatu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. O mijn dinari die buitensporig waren tegenover hunzelf. Buitensporig waren tegenover hunzelf wat betreft het zondige. Omdat ze zondig Hij zegt tegen ons. Wees niet wanhopig. Wat betreft de genade van Allah. La taqnatu min rahmatillah. En hij zegt vervolgens: allah, Voorwaar, Allah vergeeft alle zondes. Hier op aarde. Als je komt sterven, dan vergeeft hij alles behalve ongeloof en afgoderij. Leef je nog, dan kan hij alles vergeven. Naam. In allah, yaghfiru dhunuba Innahu rahim. Hij is vergevend gezien, meest barmhartig, subhanahu wa ta'ala. Wie? Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom dienen we dat nooit te gaan. Naam, opgeven. Ongeacht hoeveel jij hebt gezondigd, dan moet je denken aan de ongelovigen die ook kunnen bekeren tot de islam. Is er iets wat erger is dan ongeloof? Nee. En als zij Toba kunnen verrichten voor Allah, en dat hun Toba ook geaccepteerd kan worden, zal jouw berouw, een Toba, niet geaccepteerd worden door Allah? Zeker. Naam. Wa min en dat behoort tot de vruchten van ontzag. Dat jij de muraqaba hebt voor Allah subhanahu wa ta'ala is de vrucht van al Als jij de ontzag hebt, dan zal je constant bewust zijn van de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat leidt naar het hebben van muraqaba voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt ontzag voor hem en daarom denk je constant aan hem subhanahu wa ta'ala. Wat wil hij voor mij? Wat verwacht hij voor mij? Wat moet ik nu doen? Want een dienaar verandert steeds van daden. De ene keer is het het gebed verrichten. De andere keer is het de waarheid spreken. De andere keer is het goed behandelen van je ouders. De andere keer is het Koran reciteren. De andere keer is weer vasten. En zo verder, je verandert constant van daden. Het is niet één daad wat je aan het verrichten bent, maar je gaat constant veranderen van daden. Het hangt van die situatie af. Amila de geleden zeggen: Als hij, laten we zeggen, een goede daad wil verrichten, dan dient hij meer hoop te hebben aan de beloning van Allah. Waarom? Want wanneer jij een goede daad gaat verrichten, je hebt ook meer hoop, dan ga je ook standvastig blijven in het verrichten van het goede. Omdat jij denkt aan de beloning van Allah en wa aan de geweldige beloningen die jou te wachten staan, waar? Bij Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telkens wanneer jij een goede daad gaat verrichten, denk op dat moment aan de beloningen van Allah. Dat is hetgeen wat jou standvastig maakt op het pad van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En ze zeggen, en als jij, laten we zeggen, afstand wil nemen van een zonde, denk dan op dat moment aan. Aan wat moet je denken? Naam. Aan. Aan de bestraffing. Wanneer het gaat om het vermijden van een zonde. Dan moet je meer vrees hebben voor Allah. Denk meer aan de bestraffing van Allah. Dan zal het ervoor zorgen dat je afstand neemt van die zonde. Naam. Dus wanneer wij het goede willen verrichten. Dan dient hoop meer te zijn en sterker te zijn. Wanneer wij een zonde willen mijden. Dan dienen wij juist meer te denken aan de bestraffing. Naam. De geleden zeggen, Ze zeggen ook, als iemand ziek is, dan dient zijn hoop meer te zijn. En sterker te zijn. En dat is hetgeen wat jou ook sterk maakt, zodat je het goede blijft verrichten. Want als jij ziek bent, dan ben je zwak. En als jij denkt aan de beloning van Allah, aan hoop, aan de raja, aan hetgeen wat jou te wachten staat, dan zul je ook meer je best doen. Want als je ziek bent, dan heb je de neiging om juist laks om te gaan met de verplichtingen. Naam. En ook, en als iemand gezond is, hij is niet ziek, dat dit hij, juist meer vrees te hebben, want mensen die gezond zijn en alles hebben, die houden dan van niks doen. Als alles goed gaat, dan is het, laten we zeggen, dat jij terugvalt, wanneer je die Is er een vraag voordat we naar de vijfde zaak gaan?

Heeft iemand een andere vraag? Is er een vraag? Jullie mogen een beetje opstaan, een beetje bewegen. Ja, jullie kunnen opstaan, naar de muur lopen en dan weer terug. Waar ik ik. Ik ga ook opstaan. Maar ik ga niet lopen, ik ga hier blijven.

omdat jij je gezondheid kan schaden om iets te kunnen krijgen. Als het leidt naar de dood, dan heb je zelfmoord gepleegd. Dan heb je zelfmoord gepleegd, hoornijdebillah. Nou. Het is aangeraden, ja, zeker. Het is goed. Ja, zelfs in deze tijd. Ja, als men, nou, laten we zeggen, graag zoveel mogelijk wil vasten, dan zeggen we, sijam da'a'ud. Ja. Jullie mogen weer plaatsnemen. nemen. komt de Ger. Blijft het lang in je mond of heel snel? Ja, maar ik ben bang dat ze gaan kouwen en mij woorden niet meer gaan horen. Dat wanneer je gaat kouwen, wanneer je mond gaat bewegen, dan word je een beetje afgeleid. Hoe lekker dat is en hoe meer afleiding. Een dag zonder, je kan zelfs een week zonder. Als jij zelf wil dat je niet wil zondigen, je kan zelf ervoor kiezen omdat je dat je een paar dagen overslaat, of een week overslaat, of een paar weken overslaat. nou, dat heb jij zelf aan de hand. Nou. hangt eraf wat voor gedachten je hebt. Als je een influistering krijgt van de shaitan, en vervolgens zeg je: Ja, oude probleem is shaitan. Rajib, dan is het geen probleem. Maar als je op ingaat op die zondes, je ziet iemand anders zondigen, je zegt: Had ik maar zijn bezitting en geld, dan ging je dezelfde zondes verrichten. Ja, dan is dat ook een zonde zeker. Nou, maar blijft het alleen maar bij de invluisteringen van de shaitan en vervolgens probeer je ze, laten we zeggen, te bestrijden. En probeer je ze geen gehoor te geven, dan zondig je niet. Waarom maar? Je zegt maar, het lukt niet. Het zal wel lukken, inshallah. Als jij je best doet, je vraagt, om, je vraagt Allah om jou standvastig te maken, dan gaat het wel lukken. Naam. Want Allah zegt in de Koran over de Shaitaan: Inna keeda Shaitaani keana da'ifa. Voorwaar, de listen van Shaitaan zijn zwak. Als Allah tegen ons zegt dat zo wil de Shaitaan, als zijn listen zwak zijn. En als ze verbonden zijn met de geweldige, naam, de Almachtige. Dan zal Hij ons zeker helpen en steunen om onze vijand te bestrijden. Dus als we de juiste wapens gebruiken en ook op de juiste wijze, dan zullen we inshallah ta wel geleid worden door Allah. Subhanahu wa dus je moet het niet opgeven, dus je blijft strijden. Tot de dag 1. Nou. Nou. Broeder zegt, we leven in Nederland. We weten dat de moslims maar twee feesten hebben, Eidul Fitri en Eidul Adha. Klopt? En deze feesten die zijn gebaseerd op islamische overtuigingen. Want Eidul fitr is een feest die gegeven wordt aan de moslims na het afronden van de maand Ramadan die zij hebben gevast. Eidul Fitri, dat is het zeker een feest. En ook Eidul Adha. Is een feest die aan de moslims gegeven wordt bij het afronden van de hajj, de bedevaart. En het is op de tiende van Dhul-Hijjah. En dan zie je dat ze beide gebaseerd zijn op een belangrijke pilaar van de islam. De hajj en ook het vaste. Als we het hebben over andere feesten, die zijn wel gebaseerd. Ik durf te zweren dat 95% van de feesten van niet-moslims gebaseerd zijn op ongeloof. Gebaseerd zijn op ongeloof. Nou, dus als wij juist in Nederland leven. en we willen juist alleen de feesten van de moslims vieren. en we zien dat andere mensen ons juist aansporen om mee te doen aan andere feesten. dan dienen we wel standvastig te blijven in hetgeen wat wij verkondigen. en hetgeen wat wij praktiseren. Het is wel zwaar. Omdat wij juist leven in een samenleving. waar alles door elkaar wordt gehaald, nou, heel veel zaken worden onderschat. En heel veel zaken worden als niets beschouwd. Dus de broeder zegt, zoals het vieren, van de, het vieren van de verjaardagen. We weten dat het zeker van de christenen komt, zonder twijfel. Want de christenen vieren de geboortedag van Isa, wat zij de geboortedag van Isa a.s. benoemen. En omdat zij de geboortedag van Isa vieren, dan gaan zij ook de geboortedag van hun kinderen vieren. Dan zeggen wij, wat heeft een moslim met deze kwestie te maken? Je hebt een moslim. Een moslim dient trots te zijn op zijn godsdienst, want heeft de profeetzaal dat gedaan, of de sahaba, of de tabi'een, het is zeker dat het van de niet-moslims komt, het komt niet van de moslims. En als we kijken naar de profeetzaal, dan heeft hij zeker bij de meeste zaken juist de best gedaan om de, de lieden van de schrift niet te volgen, hetgeen wat ze deden. Zelfs als het gaat om de aanbidding, wat zij deden, dat de profeet juist zijn best deed, zodat hij hen niet daarin ging volgen. De Qibla: de gebedsrichting. In de eerste instantie was het beet. Machdis. Naar Palestina hebben de moslims 17 maanden lang in Medina gebeden naar betel Machdis. En vervolgens. Is de gebedsrichting veranderd omdat Allah, en wajal, oftewel, omdat de profiet Saslam Allah ging smeken en vragen om de gebedsrichting te veranderen. Want hij wou niet samen met de Joden of de Christen richting Palestina het gebed verrichten. En dat werd aan hem gegeven. Toen de profeet Sahi naar al-Medina kwam na het emigreren, trof hij de Joden ook de tiende van Muharram vieren, Ashura. En hij vroeg wat de reden was, ze zijn er tegen hem, omdat Allah Azza wa Jal Musa op die dag had gered van Fir'aun. En dat hij vervolgens Fir'aun had vernietigd door het verdrinken, te laten verdrinken van Fir'aun in zijn leger. Hij zegt, alayhi wa sallam, als ik tot de aankomende jaar zou leven, dan, zou, dan ga ik de negende tiende vasten. Subhanallah. Het is een daad van aanbidding, en toch wil hij niet precies hetzelfde doen. Hij zegt tiende, ja, maar ook de negende erbij. Subhanallah. Om niet precies hetzelfde te gaan doen. Zelfs als het gaat om goede daden, wat wij binnen de islam als een goede daad beschouwen. Hij zegt, wat betreft de baarden of de haren die een beetje grijs beginnen te worden, zoals de mijne. Nou, wie begint ook grijze haren te krijgen? Niemand, hè? Jij? Een beetje. Nou. De Profeet Sa'adim heeft ons aangespoord om onze grijze haren te verven, en hij zegt omdat de Joden hun baarden niet verven. Subhanallah. Hij zegt: verf jullie baarden, want de Joden verven hun baarden niet. Dan is het slechts zelfs aanbevolen om dat te doen. Is het alleen voor de baarden bedoeld? Nee, het is ook voor je haren bedoeld. Want als jij grijze haren krijgt, dan mag je dat ook verven. Is het ook toegestaan om dat te doen? Het is toegestaan om dat te doen, om te verven. Is het haram? Nee. Is het aanbevolen? Het is aanbevolen om dat te doen, omdat de profeet dat heeft gezegd. De broeder zegt met hanna. Nee, je mag zelf bepalen met, wel, met welke verf jij je baard of je haar wil verven. Met de meningsverschillen die wij kennen onder de geleden wat betreft het zwart verven van je haren of je baard. Er zijn geleden die van mening zijn dat het slechts afgeraden is om dat te doen. Er zijn zelfs geleden die zeggen dat het toegestaan is om zwart te verven. Omdat er ook bewijzen zijn waar duidelijk staat dat de Sahaba radiallahu anhum. ook zwart gingen verven of met zwart gingen verven. Ja, Naam. De professor Azam zegt in de overlevering: Bidden jullie schoenen, want die joden bidden niet in hun schoenen. Subhanallah. Dat wij hen niet gaan volgen en hetgeen wat zij doen. En tientallen zaken, beste broeders en zusters. En dan gaan we hen juist volgen in een zaak die niets te maken heeft met de aanbieding. Niets te maken heeft met de aanbieding. Dat wij dat nodig hebben. Want de professor als hem zegt, men in van hom, wie een volk, of een volk nadoet en volgt, hij behoort tot hen. En dat is geen wat hij over hen neemt. Maar hebben wij dat nodig als het gaat om de moslims? Hebben wij dat nodig? Nou, dat wij willen meedoen met hun feesten. Waarom? Hebben we geen feesten binnen de islam? Is datgene wat wij al binnen de islam hebben niet genoeg voor ons? En daarom, beste broeders en zusters, een zaak wat wij zeker in acht dienen te nemen. Wanneer jij ziet dat moslims anderen nadoen, dan is het een duidelijke teken dat we zwak zijn. Want een zwakke volk, een zwakke gemeenschap probeert een andere volk na te doen. Dat is een feit. En dat zien we heel goed in deze tijd. We proberen de niet-moslims in alles te volgen. Waarom? Omdat we zwak zijn. Zwakke iman hebben, zwakke persoonlijkheid hebben. De islam niet op de juiste wijze hebben gekend. Wallahi, beste broeders en zusters. Toen Omar radiallahu anhu de galif was, del de leider was van de gelovigen. Weet je wat hij tegen zijn minister zei die onder hem werkte? Hij zei tegen hem. Tegen hen, laat de mensen, dus de ongelovigen, de moslims niet nadoen. Wat betreft hun kleding. Hè? Hoor je het goed? Laat de niet-moslims de moslims niet nadoen in hun kleding, in het kleden. Dus laten we zeggen, de ongelovigen gingen bijna dezelfde kleding als de moslims dragen. Ook baden laten groeien, de hijab dragen voor hun vrouwen zodat ze bijna hetzelfde zijn als de moslims. Waarom? Zodat de moslims onderscheid kunnen maken tussen moslims en niet moslims. Dus toen was het juist dat de ongelovigen, de moslims, gingen nadoen en volgen. Werden zij opgedragen en laten we zeggen gedwongen om dat te doen? Nee. Dat deden zij van hunzelf. Maar wij, worden wij gedwongen om dat te doen in deze tijd? Nee, we worden niet gedwongen. Maar toch willen wij dat zelf doen wanneer die en daarom, beste broeder en zuster, jij dient bepaalde trots te hebben. Bepaalde trotsheid te hebben wat betreft jouw islam. En daarom zegt Omar radiallahu anhu. Inna kunna qawman en Voorwaar, wij behoorden tot, de, tot een vernederende volk. Tot een vernederende gemeenschap. فأعزنا Allahu bil islam. Allah heeft ons onze trotsheid gegeven middels het geven van de islam. En als wij onze trotsheid zoeken in iets anders dan de islam, dan zullen wij vernederd worden. Waarom moet ik, laten we zeggen, de verjaardag gaan veren of andere feesten gaan veren? Voor wat? Ik bepaal zelf wat mijn kind doet. Ja, maar de meeste kinderen doen het. Ja, maar hij wil toch het paradijs betreden? Hij wil toch Allah tevreden stellen? Dat is toch anders dan hetgeen wat andere mensen doen? Iemand die leeft volgens het tevreden stellen van Allah is anders dan iemand leeft volgens begeten. Allah en zo zegt in de Koran, <t radio> Heb jij degene gezien die zijn begeten als God heeft genomen? Dus dat we wel tegen onze broeders en zusters moeten zeggen: Wij hebben de islam. En de islam is meer dan genoeg voor ons. Wij moeten onze trotsheid vinden in de islam. Als wij bewust zijn van het feit dat Allah ons geschapen heeft om Hem tevreden te stellen, dan dienen wij dat te controleren bij alles wat wij doen, beste broeders en zusters. En ook als het gaat om het vieren van de verjaardagen. Want wat heeft een kind aan zoiets? Als jij zegt, ja, dan kan ik hem wat geven. Dan zeggen we, een verjaardag komt slechts één keer voor in het jaar. Of niet, of twee keer. Is hij twee keer jarig per jaar of één keer? Eén keer, hoeveel feesten hebben wij per jaar? Twee, dan geef je hem bij Edel Adha een cadeau, bij Edel Vetter een cadeau en ook buiten Edel Vetter een Adha geef je hem nog een cadeau. Allah? waarom niet? Mag je ook een feest voor je kind doen als hij het goed doet op school? Naam. Mag je ook een feest voor hem doen? Waarom niet? Dus wij, mo wij moeten zelf met bepaalde ideeën komen. We moeten niet afhankelijk zijn van die en die. Waarom? Omdat de rest van de mensen dat doen, dan moet ik ook, laten we zeggen, met de rest meegaan. Tuurlijk niet. Je bent een moslim, je, bent anders te, je moet anders zijn. Dus als een Nederlander, laten we zeggen, die ongelovig is naar Marokko gaan tijdens de edelvetter, dan zegt hij: Ja, dan moet ik ook een schaap gaan kopen nu. Doet hij dat? Gaat hij ook naar de markt en vervolgens zegt hij: Nee, nee, ik wil hem hebben voor 150 euro. Nee, 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 nee dat is veel te duur. En vervolgens gaat hij naar huis en vervolgens gaat hij hem te eten geven tot de dag van leed. En vervolgens zegt hij: ja, ik ga nu de slager zoeken die voor me gaat slachten. Doet hij dat? Echt niet. Dat zal niemand doen, denk ik. Ja. En hij leeft daar in het Island Islandisch land. Jij leeft hey, hier. Je betekent dat, dat je met alles moet meedoen. Je doet wel mee, met de maatschappij, alle mensen doen mee. Maar met grenzen. Met grenzen. Het zijn ook mensen die niet moslim zijn en toch zeggen ze: Ja, maar ik doe dat niet. Dat is onzin. Ik geloof niet daarin. Mijn kinderen voeden je met iets anders, niet met deze zaken. Dus als hij, laten we zeggen, niet gelovig is, dan mag hij dat zeggen. En als jij gelovig bent, dan mag je dat niet zeggen. Zijn we dan achterlijk omdat wij dat niet toelaten? Zijn we extreem omdat we dat niet toelaten? Waarom? Het zijn genoeg dingen wat wij aan onze kinderen kunnen meegeven en wat wij voor onze kinderen kunnen doen, maar. Binnen de grenzen van de Islam, binnen de grenzen van de Islam, mag je elke dag jouw kind een feest geven en ook cadeau geven. Naam, je mag zelfs twee keer per dag geven als je dat wilt. Waarom één keer per jaar? Subhanallah. En dan kom je met vierjaardag dat je maar één keer per jaar een cadeau gaat geven en dan Moederdag, een Vaderdag, wat nog meer, docentdag, wat nog meer, Valentijn. Valentijndag. Nee. Subhanallah. Het is voor ons elke dag Valentijn en elke dag Moederdag, elke dag Vaderdag, elke dag Docentdag. Elke dag. Naam. En mensen die zeggen: Ik vier de geboortedag van Mohammed s.W. Wij zeggen: Wij vieren 24 keer per dag de geboortedag van Mohammed Met Middels het volgen van zijn sunnah. Middels het volgen van de sunnah van de Profeet s.W. Dus hetgeen wat hiermee bedoeld wordt is dat jij. Steeds dingen loslaat van de islam. En steeds andere kant op gaat. Nee, we, we willen op dezelfde pad blijven. Maar deze zaak moeten we niet onderschatten. Als wij zeggen: maar dat zijn vertakkingen. We moeten niet overdrijven. Maar beste broeder en zuster. Als deze broeder zegt: het is een vertakking. En deze broeder zegt een ander, noemt een andere zaak. Het is een vertakking. Wij zijn hier alleen met een paar broeders. Naam, en dan zien we dat er. Toch gelijk tien nieuwe vertakkingen binnenkomen. En dan nog meer van andere groepen. Totdat wij naam, miljoenen vertakkingen hebben die toegevoegd worden aan de godsdienst van Allah. Azzel. En wat heb je dan? Dan heb je een andere godsdienst wat wij niet kennen. En daarom zijn de profeet sallallahu alayhi Islam De islam is als een vreemde zaak begonnen. Toen de profeet sallallahu de, de ongelovigen uitnodigde naar de islam. Zeiden zij. Wat zeg jij nou? Eén God? Bij alles wat wij nodig hebben, één God smeken en de rest van de goden? En de, de 300 goden, wat wij in Mekka hebben, wat gaan we daarmee doen dan? Gewoon het steek laten? Nee, 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 dat doen we niet. Dat komt niet overeen met hetgeen wat we gewend zijn. Nou, nee. dus zij willen juist yes, meerdere goden hebben. Niet één God, meerdere goden hebben. En daarom, beste broeders en zusters, wij moeten weten dat de islam als een vreemde zaak is begonnen toen. En zelfs in deze tijd. En daarom zei de professor, sallallahu alayhi En zo zal hij ook terugkeren. In deze tijd. Wanneer je zegt dat is de islam, waar ah, niet overdrijven? Hij is gewoon een kind. We gaan alleen een taart eten, we gaan toch niks doen. Gewoon een cadeau geven. Hij nodig alleen een paar vrienden. Het is een stuk of negen of tien. Wat maakt het toch uit? Het is dan nog jong. Toch? Maakt het wel uit? Het maakt zeker wat uit. Als de Profesor Tanihua Sallam tegen een metgezel zei: bij het noemen van een doa, dat hij alleen het woord profeet ging veranderen en rasool, Dat hij zei. Niet wa nabiyyahu alladhi Hij zei rasulahu Dat hij alleen een woord ging veranderen. Bijna die dezelfde betekenis bijna heeft. Een profeet of een boodschapper. Hij zei nee. Wa nabiyyahu. Subhanallah. Dat heeft de profeet hem gecorrigeerd. En wij zeggen. We komen met nieuwe zaken. Die helemaal niets te maken hebben met de islam. En behoren niet tot de daden van de moslims. En we zeggen het is geen probleem. Waarom is het geen probleem dan? Dat blijven we dan over hebben van de islam. En daarom dienen we wel...

Ik snap je vraag niet helemaal. Jaloezie? Maar wat voor jaloezie heb je dan? Of heeft die persoon? Wereldse jaloezie, dus afgunst? Een gedachte en niet in het hart. Ja, ik kan het moeilijk onderscheiden. Want ik kan niet zeggen: Ik heb het alleen in mijn gedachte, niet in mijn hart. Hoe weet je dat? Kan iemand dat onderscheiden? Heeft het alleen in zijn gedachten, niet in zijn hart? Huh? Ja, maar weet je dat de geleden zeggen dat het verstand in het hart is, niet hierboven? Het zijn geleden die van mening zijn dat het verstand in het hart is, niet hierboven. Nou, dus als jij zegt gedachten, dan is vanzelfsprekend ook het hart. En afgunst. Is een daad van het hart. En zelfs de basis, onderdelen van afgunst zijn verboden. En daarom zeggen de geleden zelfs dat een afschuw voelen in het hart wanneer wij een goede zaak bij een ander zien, is afgunst. Ik dus laat het zeggen: je ziet een goede zaak bij je broeder of zuster in de islam. Je voelt gelijk een soort. Afkeer, een soort weerstand, een soort afschuw in je hart. Dan is het een vorm van afgunst. Subhanallah. En als men nog erbij voelt dat hij het wenst, dat hij dat niet meer heeft. Dan is het nog een grotere vorm van afgunst. En als hij nog wenst dat het juist weggaat van hem en dat hij dat krijgt. Dan is er nog een grotere vorm van afgunst. Naam. En daarom zeggen de geleden: Al-Hasad, afgunst is hetgeen wat jouw hasanaat opeet. Hasad, afgunst, vreet jouw daden of goede daden op. Hij eet ze op. Naam. hij vreet ze op. Nou, Yerhamukullah. Daam, het Ja, klopt. Want de mens wordt altijd geschapen met bepaalde geestelijke eigenschappen. Zowel geestelijke goede ge geestelijke eigenschappen als minder goede geestelijke eigenschappen en dat is de beproeving. Wij hebben bepaalde geestelijke eigenschappen die minder goed zijn en dat is de beproeving zodat je ze gaat onderdrukken. Maar als jij het laat, laten we zeggen overlaat als je ziet, wanneer wil, als je begeten wat gebeurt er dan? Dan gaat de juist verkeerde kant op. En daarom moeten we dat juist onderdrukken en bestrijden. Constant. Wij hebben ook de neiging om te roddelen over die en die. We hebben ook de neiging om te liegen. Verschillende zaken. Maar we moeten dat constant blijven bestrijden. En dat is ook bij afgunst. Dus als wij dat blijven bestrijden, en dat het totaal niet komt. Nou, dan zit je goed, maar als je dat loslaat, dan gaat het jou zeker schaden. Hoe onderdruk je dat? Ja, dat is een goede vraag. Want wanneer jij, beste broeder, afgunst hebt voor een ander, moet jij jezelf eens afvragen: hetgeen wat hij bezit, waar komt het vandaan? Heel goed. Allah is degene die dat aan hem heeft gegeven. En als jij het verafschuwt dat hij dat heeft, dan heb je afschuw voor hetgeen wat Allah bepaald heeft. Want dat is een onderdeel van de voorbeschikking. Plus waarom, waarom zou men afgunst hebben voor hetgeen wat hij heeft of wat zij heeft? Degene die dat aan hem heeft gegeven kan het ook aan jou geven in plaats van dat jij afgunst hebt... Die je dat juist te vragen aan Allah. Azawajal. Je zegt Masha Allah. Je gunt je broeder en zuster hetgeen wat hij heeft. En vervolgens vraag je dat aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want hetgeen wat hij heeft, beste broeder en zuster. En ik probeer, laten we zeggen, jullie te helpen om juist op die juiste wijze te gaan denken. Als jij dat graag zou willen, zou Allah jou dat ook kunnen geven? Is hetgeen wat aan hem is gegeven juist van jou weggehaald? Het was van jou of het zou jou treffen en vervolgens is het verkeerde kant op gegaan? Nee. Dus we moeten op de juiste wijze nadenken. Het is een voorbeschikking. Allah heeft het bepaald. En als je wil afgunst hebt, dan zeg je tegen Allah: Oh Allah, ik ben niet tevreden met hetgeen wat u heeft bepaald. Moet Allah ons vragen wanneer hij iets van plan is? Moet hij, dat on, moet hij dat eerst aan ons vragen, met ons overleggen, om onze toestemming vragen? Nee, natuurlijk niet. Dat doet Allah zelfs niet. En daarom, als wij iets zien bij een ander, dan dienen we juist te zeggen, Allah, Dan dien je juist de shaitan, wat jij jezelf hebt te bestrijden op dat moment. En wanneer hij met een bepaalde erin komt, dan zeg je, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. En dan verricht je de sojoe, dan verricht je een goede daad, dan smeek je Allah om jou ook het goede te geven. Plus ook hetgeen wat wij kunnen gebruiken. Wanneer jij, laten we zeggen, naar iemand kijkt die iets heeft van het wereldse wat jij niet hebt, dan moet je juist denken aan mensen die nog armer zijn dan jij en het toch krabber hebben dan jij. Naam, dan zul jij merken dat jij juist yes, met gunsten bent begunstigd die velen niet hebben. Die miljoenen mensen niet hebben op dat moment. En dat we juist yes, moeten opkijken naar mensen die het goed hebben als het gaat om de islam, als het gaat om de goede zaken. En dat wij juist yes, de Sahaba, radiallahu anhum als voorbeelden nemen. Want we weten dat het wereld ze niks voorstelt. En daarom zijn de profeet Anihuasjallam, het doen ya Het wereldse is vervloekt. En alles wat daarin. Bevindt, is vervloekt, behalve het gedenken van Allah en datgene wat, wat het gedenken van Allah steunt, wat de aanbidding van Allah steunt. En hij zegt, En een geleden of een student van kennis, dat is hetgeen wat uitgezonderd wordt van de bevloeking. vervloeking. Maar de rest is vervloekt door Allah, subhanahu wa is vernietigd, heeft geen waarde. Dus het heeft te maken met jouw denkwijze. Als jij op die juiste wijze gaat denken, beste broeder en zuster, en dat je dat ook blijft doen, dan denk ik dat Allah jou in staat stelt om dat te kunnen bestrijden. En ook het heeft te maken met jouw iman. Wanneer de iman sterk is, naam, dan is men bewuster van Allah subhanahu wa ta'ala. dan gaan we de vijfde zaak noemen. De vijfde zaak. wa nabdul wal dat jij jezelf nederig stelt tegenover de mensen. Dat noemen we het tawaadu', bescheiden zijn. Je bent een student van kennis, maar je gaat niet zo kijken naar mensen. Nou, dat jij denkt dat jij, laten we zeggen, heel hoog bent en dat de rest van de mensen niks voorstellen. Je hebt een koning en alle mensen, dat zijn jouw bedienst, bedienden, wa jouw slaven. Wij dienen juist nederig te zijn. De Provis kreeg de openbaring. Hij was de profeet, hij was de boodschapper. Sallallahu alayhi wasallam. En hetgeen wat hij deed, kunnen heel veel mensen onder ons vandaag de dag niet doen. Omdat hij. Zelfs wanneer hij op zijn rijdier zat, dat hij toch anderen achter hem laat zitten. Salallahu wasallam. Dat is een vorm van tawaardoor. We kennen de overlevering van Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhuuma, dat hij zei: Ik zat op een dag achter de profeet. Achter de profeet. Is het mogelijk dat je vandaag de dag achter een koning gaat zitten? Op een rijdier? Achter een koning. Of naast een koning in de auto. He? Kan dat? Onmogelijk. Dat bestaat niet. En dan zegt hij radiallahu anhu wa En dat geeft hij. En vervolgens geeft hij aan hem. Dus de profeet geeft aan Abdullah ibn Abbas bepaalde adviezen. Ja, ghulam, o jong kind. Inni u ka Ik zal je bepaalde woorden leren. Die inshallah jou kunnen baten. Wanneer? Wanneer je wat ouder wordt. Ikhfadillaha Waak over Allah. Dan zal Allah over jou waken. Waak over Allah, dan zal je hem treffen wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem smeekt, dan zal hij jouw dua verhoren. Als je, Allah, als je iets wil vragen, vraag dan aan Allah. En als je toevlucht zoekt, zoek het dan bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is een profeet en ook een boodschapper en hij was een bescheiden persoon, sallallahu alayhi wa sallam. Hij gaf de tijd aan zoveel arme mensen als rijke mensen, jong of oud, vrouw of man. Alle mensen konden met hem praten, sallallahu alayhi wa sallam. Hij was niet iemand die zo keek naar de mensen: Ik heb geen tijd voor je. Je moet eerst, laten we zeggen, heel veel kennis hebben om met mij te kunnen praten. Waarom? Wie ben jij dan? Mogen wij weten wie je bent? Ja, maar ik ben al een jaar aan het studeren. Ja, al was jij honderd jaar aan het studeren en dan? Abu Bakr en Omar en Uthman en Ali, radhiallahu anhum wa arda'hum, dat waren de metgezellen van de profeet, die de Openbaring hebben meegemaakt, en toch gingen de mensen met hem praten. En dan kent iemand alleen de hele Koran uit zijn hoofd, en begint hij heel anders dan de mensen te kijken. Iemand volgt een les, of een cursus van een jaar of twee, dan begint hij heel anders naar mensen te kijken. Waarom, wie ben je dan? Ben je Jibril alayhisselam, of Mikael, of Jibra'il? Uh, Naam. Subhanallah, taawadhu. En daarom zeggen de geleden: jij moet jezelf juist vergelijken met een vruchtbare boom. Hoe meer vruchten, hoe meer nederigheid. Dat die takken juist naar beneden komen. Hoe meer goede daden jij verricht, hoe meer kennis jij hebt, dan moet je juist niet dalen naar de mensen. Bescheiden zijn, nederig zijn tegenover de mensen. En als we het hebben over tawadho, dan is het tegenovergestelde van tawadho hoogmoed. Wa nabzul khuyala'i wal hoogmoed en arrogantie. Dat is hetgeen wat niet aanwezig dient te zijn bij een student van kennis. Bescheiden zijn en geen hoogmoed hebben. En subhanallah, als wij kijken naar de sunna van de Profeet dan zien we een verschillende versen de Profeet ons waarschuwen voor hoogmoed. En als we kijken naar de Koran, dan zien we dat de eerste zonde die verricht was wegens hoogmoed was. En als we kijken naar de Koran, dan zien we dat de eerste zonde die verricht was wegens hoogmoed en toen, toen wij tegen de engelen zeiden, en ook tegen Iblis, dat ze moesten neerknielen voor Adam, a hebben de engelen gehoor gegeven. En gingen zij neerknielen voor Adam, behalve Iblis. Hij weigerde. En hij was een zondaar op dat moment. In een andere vers zegt Allah wa En hij was hoogmoedig. Wegens hoogmoed ging hij niet neerknielen voor Adam a.s. En een andere vers zegt hij: Ik ben beter dan hem, want jij, u heeft mij geschapen uit vuur, maar hij is geschapen uit een verharde klei. Adam a.s. Hoogmoed. Wanneer iemand on hoogmoed heeft. Dan is hetgeen wat hij als voorbeeld neemt, de shaitan. Wat was de bestraffing van de Dat hij vervloekt werd. Het gevolg van zijn hoogmoed is dat hij vervloekt wordt. Hij is vervloekt door Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zal voor altijd in de hel verblijven. Wil jij met de shaitaan samenkomen? Wil jij, beste broeder en zuster, bij de shaitan samenkomen in de hel? Alhamdulillah. En hoogmoed is een zaak wat niet, kan, aanwezig, niet aanwezig kan zijn bij de gelovigen. En vooral niet bij een student van kennis. Een student van kennis dient zeker altijd, ongeacht hoeveel kennis hij heeft. En ongeacht hoe vroom hij is, nederig te zijn. En daarom zeggen de geleden. Ik zou zeggen. Om deze zaak beter te begrijpen, zeggen zij: Het is juist een verplichting voor hem dat hij juist afstand heeft van hetgeen wat de mensen bezitten. Naam. Dat je niet dan verlangt naar hetgeen wat mensen bezitten en ook dat je niet verlangt naar hetgeen wat haram is. Dat behoort ook tot de zaken die te maken hebben met nederigheid. Naam.

...geduldig zijn bij hetgeen wat jou treft bij het vergaren van kennis. Aan hetgeen wat jij niet leuk vindt. Imma, min Van hetgeen wat je hoort van de algemene moslims. Want niet alle mensen zouden zeggen dat je een vrome bent, dat je goed bezig bent. Dat ze jou gelijk gaan waarderen, gaan prijzen. Dat je ook geduldig daarin dient te zijn... En dat is de vorm van hoor. Als je geduldig bent, dan is dat ook een vorm van bescheidenheid. En ook, wa imma min aqranihi wa imma min Dat je ook geduldig bent in hetgeen wat je meemaakt met je medestudenten. Of met hetgeen wat je meemaakt met jouw leraar, laten we zeggen dat hij tegen je zegt. Ja, maar je bent te laat, je kan buiten de deur blijven. Nou, ja maar ik, uh, ik, ik, ik had wat te doen. Nee, geduld betekent dat je op dat moment ook geduldig daar dient te zijn en dat je op dat moment reageert volgens hetgeen wat de islam tegen jou zegt. Niet dat je mondig bent, niet dat je Orehadhibilah brutaal gaat worden, niet dat je Billah hoogmoedig gaat wijzen of gaat zijn op dat moment. En dan leidt het alleen maar naar verkeerde zaken. En de geleden zeggen. En als we het hebben over bescheidenheid, dan praten wij vooral over nederig zijn tegenover de waarheid. Dat is hetgeen wat op de eerste plaats komt. Niet alleen maar tegenover de mensen, tegenover de waarheid. En daarom zei Allah in de Koran. وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا en de dienaren van de erbarmer die op aarde lopen, hauna betekent dat zij bescheiden zijn. Een tawadu hebben, vooral tegenover de wetgeving van Allah, tegenover de waarheid. Dat zij de islam in acht hebben genomen, serieus hebben genomen. En dat is bescheidenheid. Daar begint het. En als jij bescheiden bent en nederig bent tegenover de wetgeving van Allah, dan zal hetgeen wat jij op dat moment praktiseert jou leiden naar nederigheid tegenover de rest van de mensen. Na nederig zijn tegenover de wetgeving, tegenover de waarheid, komt het Tawadu Alil oftewel bescheiden zijn tegenover de mensen. En hier wordt er gezegd, Lil khalq tegenover de schepping van Allah. Niet alleen maar tegenover de gelovigen, de schepping van Allah. Zelfs gelovigen, ongelovigen, dieren en al hetgeen wat Allah en Zoon en geschapen heeft. Ja, dat jij jezelf nederig stelt Naam. tegenover mensen die gelijk zijn aan jou of minder zijn dan jou of hoger zijn dan jou. Mensen die gelijk zijn, heb je ook bepaalde tawadah voor hen. En zelfs mensen die lager zijn dan jij. En zelfs mensen die hoger zijn dan jij. Nou, ja. en zo dienen we dat te zien. En dan zeggen de geleden, een van de zaken die daarbij horen. En je hebt en en je hebt en je hebt Dan is het een vorm van nederigheid dat je niet te snel naar. Ja. Rent of loopt wanneer het niet nodig is. Nee. dat een moslim juist rustig dient te lopen. Alleen wanneer er noodzaak voor is, dan is het noodzaak. Nee. maar laten we zeggen: je komt van huis naar moskee, mag je rennen? Nee, dan mag je zelfs niet rennen wanneer je aan de moskee komt. En al weet je dat het te laat is, dan moet je rustig lopen. Nou. vooral als je naar de preek komt, en vooral als je naar de. Na een gezamenlijk gebed komt dan moet je rustig lopen. Want als jij gaat rennen, je komt de moskee binnen, en de imam is de Koran aan het reciteren, denk jij dat je op dat moment naar de Koran gaat luisteren? De imam is klaar met het gebed en je hebt het nog steeds. Alhamdulillah. Wat heb je gedaan? Heb jij wat gedaan? Je hebt wel gebeden, maar... 90% was je ergens anders bezig, niet met het gebed. Nederig zijn. Zelfs hoe jij dient te lopen, dient ook gekenmerkt te worden met bescheidenheid, met tawadol. Rustig lopen. Nou, en dat is hetgeen wat de profeet hem deed. We bedoelen niet rustig lopen dat je heel slap loopt, zo. Het lijkt of je ziek bent, het lijkt of je bijna gaat vallen. Nee. Gematigdheid, tussenin. Tussenin, dat is hetgeen wat hiermee bedoeld wordt. Naam. Nou. En ook wanneer jij met de mensen omgaat, de omgang met de mensen: dat je niet, subhanallah, te scherp bent in alles wat ze zeggen. En dat je op alles kritiek hebt. En dat je niets van hetgeen wat ze zeggen door de vingers gaat zien. Dan wordt het een probleem. Iemand die de hele dag door lacht, terwijl de mensen van 10 meter verder hem horen of 100 meter verder horen. Het is een eigenschap van een student van kennis. En dan, subhanallah, heb je soms bepaalde studenten in de klas. Daarom ze horen iets. <tie> Wat Het is er aan de hand. Ja, het is grappig. Ja, het kan grappig zijn, maar een student van kennis is iemand die juist zichzelf beheerst, inhoudt, op de juiste wijze bestuurt. Het is niet je doet iets. En vervolgens zeg je, ja, maar ik was niet bewust. Je was niet bewust. Nee, dat is niet toegestaan. Nee, nou, dat is niet toegestaan. Dat is een zaak wat een student van kennis niet mag hebben bij een zitting van kennis. En dat is een vorm van te Want iemand die zo doet, hij heeft geen respect voor hetgeen wat hij aan het doen is. En hij heeft geen bescheidenheid. Maar dat is juist een vorm van kiber, dat is een vorm van kiber wil, dat je dat doet. Nou. En en zoals we al zeiden, de afstand nemen van hoogmoed. Dat je al ja, diebilla, een bewondering raakt. Je gaat vanuit, ik ben bijna Abu Bakr of Omar, dus ik zit tussenin. Volgens mij, de ene keer ben ik Abu Bakr, de andere keer ben ik Omar omdat hij alleen de maandag en donderdag heeft gevast. En omdat hij drie dagen achter elkaar de Koran heeft gelezen. Denkt hij: Ik ben Abu Bakr en Omar geworden. Waar gaat het heen? Ken je niveau? Ken je grens, beste broeder en zuster? Naam. Dat je dat zelfs naar buiten wil brengen. Niet dat je dat alleen maar voelt. Je brengt het zelf naar buiten. Ik voel dat ik bijna een geleden ben. Ik voel dat ik bijna Abu Bakr of Omar ben. Ik voel dat ik in een tijd leef van de sahaba, radiallahu anhum. Wat zeg jij nou? Je leeft in een tijd van de sahaba. Naam. In bewondering raken is een zaak van het hart, zeggen de geleden. Want dat voel je op dat moment in je hart. Naam. Dat je denkt dat je heel goed bezig bent. Naam.

en ook een vorm van arrogantie, wa adh billah. Fakawnuhu kibri ya kibriya fa hadha wadih inda thata een vorm van hoogmoed is, een vorm van arrogantie is duidelijk. Wa nifaq lian al insana yadhhar akbar min hajmihi haqiqi. Wa huwa wordt het hypocrisie benoemd omdat hay wa adh billah wil laten zien dat hij groter is dan zijn werkelijke toestand. Want wanneer je anders wil overkomen bij mensen dan hetgeen wat jij bent, dan is het een vorm van hypocrisie. Dat ben jij niet. Ben jij Abu Bakr en Omar en Uthman Ali? Ben jij een geleden? Denk jij dat je op dat moment, laten we zeggen, het niveau van de beste vromen hebt bereikt en behaald? En daarom dienen we kritisch te zijn wat betreft onszelf. Dat je constant tegen jezelf zegt, je hebt het zwak. Het kan beter. Je mag jezelf wel belonen. Maar je moet altijd tegen jezelf zeggen: Het kan nog beter. Je moet het nog verbeteren. Rechtzetten dat het alleen maar goede kant op gaat, inshallah ta'ala. En ook: An en yabtaide aan il kibri. Dat hij afstand neemt van hoogmoed. raddu haqqi wa ihtiqarun nas en daarom zei de Prophet: Al-Kibru, al ghamtun naas. En ook zei de Prophet: Batarul hakki wa ghamtun naas. Batarul hak betekent het weigeren van de waarheid. Waar ghamtun naas betekent het vernederen van mensen. Het kleineren van mensen, dat jij de mensen als niets beschouwt. is de tijd. Het gelokt. dan. Nou, Ger, we maken één minuut af en dan mag de Adel verricht worden. Dus we zeiden dat hoogmoed, Jens, het weigeren van de waarheid is. Telkens wanneer de waarheid jou bereikt, beste broeder en zuster, je dient je te haasten tot het accepteren van de waarheid. Tot het omarmen van de waarheid. Het heeft jou bereikt, het kan tegen jou getuigen, jamal qiyamah. Dat jij de mensen niet onderschat, niet kleineert, niet belachelijk maakt, niet als niets ziet. Daam. Want degene die op, op de hoogte is van hetgeen wat wij bezitten in onze harten, is Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah in het Koran, Inna akramakum indallahi atqaakum, voorwaar de beste onder jullie, dat zijn degenen die meer Godswricht voor Allah hebben. En degene die dat weet, is Allah subhanahu wa ta'ala, niemand anders onder ons. En daarom, beste broeder en zuster, wees nederig. Wees bescheiden. Neem afstand van hoogmoed en arrogantie in alle zaken die botsen met de eigenschappen van een student van kennis. Zalallahu alayhi wa sma'allahu alayhi wa sma'allahu alayhi wa sma'allahu alayhi wa 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 van wa والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم لقائه ثم أما بعد فبخير إن شاء الله تعالى في متعون زلس ونحلية طالب العلم voor كودس فورد van فانكنس We hadden vijf punten genoemd. En ik wil dat wij dat ook kunnen herhalen, inshaAllah. We hadden vijf punten in totaal behandeld en genoemd. Nou, eerste punt. En wat is hetgeen wat we daarin behandeld hebben? Glas. We zeiden, als we van overtuigd zijn dat kennis een aanbieding is, dan dienen we ook op de hoogte te zijn dat kennis altijd bepaalde voorwaarden nodig heeft om geaccepteerd te worden. En daarvan is de l'ichla, de zuivere intentie. En wat is hetgeen wat we nodig hebben bij het hebben van de zuivere intentie? Nou, wat zeiden wij? ook we zeiden dat wij als intentie moeten hebben dat we de onwetendheid wat wij bezitten willen opheffen want alle mensen verkeren een bepaalde vormen van onwetendheid en bij het vergaren van kennis wil jij de onwetendheid wat jij bezit opheffen verwijderen want het is een wat is onwetendheid heel goed een van de grootste ziektes wat wij vandaag de dag kunnen krijgen en hebben. is onwetendheid. en daarom zei de profeet... ...in de overlevering. de genezing van een zieke, van een onwetende. is het vragen stellen. om kennis te vergaren. en we zeiden ook. wij dienen ook als intentie te hebben dat wij. Iemand anders, niet alleen jij, het niet kijken. Khalid, de derde zaak, na hem, Je was er niet. Anas, je was er wel, je was er lichamelijk of geestelijk, hij was er ook niet. Geer. Maar hij was er zeker. De tweede zaak. tweede zaak die wij nodig hebben bij het hebben van de lichaams. Die wij moeten intenderen bij het hebben van de lichelaas. Maar laat iemand anders agie. Als ik ga deze zak dan nog niet hebben welke doen. Geer, tot wel. Dat wij de islam op een goede manier kunnen voor het voedling blijven zijn. De volg van de post van de vrouw de Nee. Dat wij als intentie dienen te hebben, dat wij over de wetgeving van Allah willen waken. Hifdhu shari'ati. En het waken over de shari'a doen wij middels het vergaren van kennis. De derde zaak. Anta. Jij, nou, je doet ook mee toch? Zal dan. Nee, 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 nee. Ik heb het over de zaken die wij nodig hebben bij het hebben van de lichlaas. Ja, de Waar is je rechterhand? Die is er ook. Geer, altijd je rechterhand opsteken, Wat de Heel goed, het opkomen voor de wetgeving van Allah. Het verdedigen van de wetgeving van Allah. Het diva wa sharia. En de vierde zaak. De vierde zaak. Nee, dat jij graag de profeet Sallallahu Alaihi wil volgen. Dat je graag de profeet Sallallahu Alaihi wil volgen bij het opdoen van kennis. Die volgt de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dat heeft te maken met de lichaams. De tweede punt wat wij behandeld hebben. Na het noemen van de lichaams zeiden wij. Het liefhebben van. Het liefhebben van Allah en het liefhebben van. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zijn zaken die altijd aanwezig te zijn bij een student van kennis. Het liefhebben van Allah en het liefhebben van zijn boodschapper sallallahu alayhi wa sallam. En we zeiden dat het liefhebben van Allah is iets anders dan het feit dat Allah jou gaat liefhebben. En daarom hebben we de vers van Ali Amra genoemd, vers 31, waar Allah in het volgende zegt, قُلْ كُنْتُمْ اللَّهَ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Zeg, de zaak is, o oh Mohammed, als jullie van Allah houden, volg mij dan. Yo dan zal Allah van jullie houden. En jullie zondes vergeven. Dus het volgen van de profeet, sallallahu alayhi wa leidt naar het liefhebben van Allah. Oftewel, het leidt naar het feit dat jij tot de gelieden van Allah kan behoren. En dat Allah van jou gaat houden. Want dat is juist hoger dan het liefhebben van Allah. We houden allemaal van Allah, maar we willen juist dat Allah van ons houdt. Want als hij ons lief heeft, dan gaat hij ons zeker constant leiden naar het goede en verhouden van het slechte. Jade, de derde zaak, oftewel de tweede zaak die wij hebben genoemd. Tot dan lach je. Derde zaak. Ja, nee, maar dat is bij glaas. Nu gaan we bij de grote punten constant denken aan Allah. Constant denken aan Allah? Nee. Nee. tweede hoofdstuk. die wij hebben genoemd. Ahsant, heel goed. Constant het pad van de cellen van de vrome gangers blijven, voor vrome voorgangers blijven bewandelen. Nou, en ook de derde zaak, of de vierde zaak wat wij hadden genoemd. bewustwording. Het bewustzijn van Allah, toch? Dat was die Bewustwording hadden we die niet op vier genoemd. Het Bewustzijn van Allah. Dat is de vijf. Nummer drie is vastklampen aan het ontzag van Allah. Nummer drie is vastklampen aan de ontzag van Allah en Zawajal. Moulay Zabatu Gashit Gashiatillah. En de vierde zaak was. Dawamu muraqaba. En dat betekent. Nederig zijn? Nee. Bewust zijn van de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En de vijfde zaak. Je nederig opstellen tegenover de waarheid. Tegenover de rest van de, de schepselen. En ook dat je op afstand blijft van hoogmoed. Duidelijk?

De zesde zaak. Al-Qana'atu, al, atu. al Dat jij genoegen hebt aan hetgeen wat Allah Azza wa jou gegeven heeft. Wat betreft de voorziening. En daarom zeggen de geleden. Al dat wij tevreden zijn met hetgeen wat Allah ons gegeven heeft, is een schat wat niet zal vergaan. Is een schat wat niet zal vergaan. Waarom dient een student van kennis de kanaa te hebben? Tevreden te zijn met hetgeen wat Allah en aan hem gegeven heeft wat betreft voorziening. Dat is de reden zodat hij constant, halal blijft verrichten. Halal werk blijft verrichten en ook dat hij zijn verdiensten op een toegestaande manier gaat verdienen. Want als een student van kennis niet tevreden is met hetgeen wat Allah hem heeft gegeven, dan gaat hij, ook zijn voorziening zoeken bij verkeerde wegen, bij verboden wegen, bij verboden wegen. Is een student van kennis iemand die wanneer die alcohol verkoopt, alcohol vult, alcohol scant, alcohol overhandigt aan een ander? Is een student van kennis iemand die wanneer die varkensvlees verkoopt en hij zegt dat is mijn werk? Is een student van kennis iemand die contracten van. Rente tekent? Is een student van kennis die wednaar die billah drugs verkoopt? Is een student van kennis iemand die wednaar die geld verdient via het frauderen, via gokken? Nee, waarom niet? Student van kennis vreest Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is tevreden met hetgeen wat Allah hem gegeven heeft en hij gaat niet, hetgeen wat toegestaan is, laat en vervolgens zoekt hij dat bij hetgeen wat verboden is. En dan zegt hij: het is mijn werk. Een student van kennis, als hij een winkel heeft, dan zegt hij als de vrijdagspreek aanbreekt. Nou, dan is mijn winkel dicht. Dan is het de tijd voor Allah. Dan ga ik het gebed verrichten aan de moskee. Het is el jumu'ah. Dan ga ik naar de moskee om de preek te horen. Hij zegt niet, ja, maar we moeten werken. Nee, maar als de tijd aanbreekt voor het gebed, dan werk je niet op dat moment. Student van kennis, wanneer hij op school is, de tijd voor het gebed is aangebroken, dan denkt hij ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Op je werk denk je ook aan Allah subhanahu wa ta'ala dat je het gebed gaat verrichten, omdat je niet alleen maar aan geld denkt, maar je denkt ook aan de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de qana'a, tevreden zijn met hetgeen wat Allah jou gegeven heeft en dat je niet wa'd billah de halal links laat liggen en vervolgens zoek je dat bij al haram. Dat je naar de verboden wegen gaat wa'd billah. Want al haram, al hetgeen wat jij gaat gebruiken al haram wallahi, het zal jou zoveel schaden... Als daar en het hier namens. El haram, ongeacht hoeveel je verdient van haram, van hetgeen wat verboden is, als het jou niet hier gaat schaden, dan gaat het jou daar zeker 100% schaden. En daarom, naam, zei de aan de wasallam: elke lichaam die de gevoed is door haram, hij verdient het helvuur. Elke lichaam die gevoed wordt door hetgeen wat haram is, door hetgeen wat verboden is, hij dient Jahannam te krijgen. Hij dient verbrand te worden. En daarom, toen een van de metgezellen, radiallahu anhu wa ardha, oftewel de Provis wa wasallam, de helft van een dadel in zijn mond had gekregen, vervolgens hoorde hij. Dat het van de sadaqa was. Van de liefdadigheid was. Dan ging hij dat kotsen. Al is het de helft van een dadel. Wat haram is. Mogen wij niet naar binnen wijken. Nou. Waarom? Omdat het haram is. Het gaat jou schaden. En daarom, beste broeder en zuster. Je beperkt je tot hetgeen wat halal is. 100% halal. En daarom zegt de Prophet. in de authentieke overlevering van Nu'man ibn Bashir. Hij zegt. Kala Rasulullah. De Prophet heeft gezegd. In al-halala beyin, waar het toestaan is duidelijk. Wa al-harama beyin, en het verboden is ook duidelijk. Is hetgeen wat haram is voor ons ook duidelijk? Is het duidelijk voor ons? Ja, maar het is zeker duidelijk. nas. En daartussen zijn er bepaalde twijfelachtigheden, waar velen onder ons het oordeel daarvan niet kennen, niet weten. Maar er zijn, alhamdulillah, geleden die dat wil weten. En ook wanneer wij in zo'n toestand verkeren, wat dienen wij dan te doen? Dan zegt Allah in Zawajal tegen ons, En vraag de bezitters van kennis als jullie onwetend zijn. En vraag de bezitters van kennis, de geleden. Wanneer wij onwetend zijn over het oordeel van hetgeen wat wij aan het doen zijn, vraag de mensen van kennis. Ga niet zelf jouw logica gebruiken, jouw begeerte volgen en denken: van ja, het zal wel goed komen. Als het haram is, dan heb je een probleem, beste broeder en zuster. Als het haram is, dan is het zeker een probleem, billah. De imam al-Amin of Mohammed al amin al-Shanqiti, rahimahullah. Een van de bekendste geleden als het gaat om tafsir. Hij heeft een bekend boek geschreven over tafsir, Adwa ul Bayan. Hij is Rahimahullah, لَقَدْ جِئْتُ مِنَ الْبِّلَادٍ de Shanqit. Hij is gekomen van Mauritanië naar Saudi-Arabië. Om mensen te onderwijzen daar. Hij zegt: Wَمَا عِيَ Kalle en أَنْ يُجَدَ in de Ik kwam van Shanqit, is een stad in Mauritanië. Hij is naar Saudi-Arabië gekomen en hij zegt, ik ben met een schat gekomen die wij niet vaak kunnen vinden bij mensen. Die wij niet vaak kunnen treffen bij mensen. En dat noemen wij de qanaa. dat wij tevreden zijn met hetgeen wat wij hebben. Dat wij niet alleen maar juist een hoge ambitie hebben als het gaat om wereldse zaken. Iemand heeft een auto van 100.000 euro, je wil graag ook dezelfde auto hebben. Al zou je wel ijadi willen dag en nacht blijven werken, je gebeden verwaarlozen en drugs verkopen, alleen om dezelfde auto te behalen. En dan? Dan heb je het verpest. En daarom, beste broeders en zusters, zien we heel veel mensen. Ze zijn bezig alleen maar met hun uiterlijk. Wallahi, hij kan duizenden euro's uitgeven alleen voor zijn uiterlijk: voor een jas, voor een tas, voor een broek, voor een schoen. Daam. Als je het tegen hem zegt, kom kennis vergaren. Ja, een opleiding is duur. 300 euro per jaar. Per jaar. Subhanallah. Ja, geeft het aan een broek van 300 euro, subhanallah. En een broek, hoe lang gaat iemand een broek dragen? Hoeveel? Zes maanden? He? Een jaar? En dan? Ga je hem weggooien. Zorgt een broek ervoor dat je het paradijs gaat betreden? Nee. Maar jouw kennis wel. En daarom, beste broeder en zuster, we dienen ook gematigdheid te hebben. Als wij ook meer tijd besteden aan onze uiterlijk, besteed ook meer tijd aan jouw innerlijk. En jouw hart. Dat heeft meer prioriteit dan jouw uiterlijk. Ik kan wel een jas hebben van 1000 euro, en een tas hebben van 300 euro, en een broek hebben van 200 euro, een schoen hebben van, eh, laten we zeggen, 300 euro en een telefoon hebben van 1200 euro. Maar als ik tegen jou zeg: ga de was in verrichten, je weet niet waar je moet beginnen, dan zeg ik tegen jou: de ezel van Juha is beter dan jij. De ezel van Juha is beter dan jij, beste broeder. Subhanallah. Ik kan wel zoveel geld uitgeven voor je uiterlijk, maar Subhanallah. Als het gaat om de pilaren wat jij dient te kennen, dan zeggen wij, jij loopt nog achter. Het is niet haram om dure kleding te kopen, maar het, het zal wel haram zijn dat je alleen maar kijkt naar je uiterlijk. Dat hetgeen wat zich bevindt in je hart, vergeet. En daarom zei hij, En ik kwam met een zaak. Wat jij niet zomaar of vaak bij iemand kan treffen en vinden. Al-Qana'a. Hij zei. huwa al al-Qana'a. En dat is de qanaa Tevreden zijn met hetgeen wat Allah jou heeft gegeven. Naam. Er zijn mensen die nu zeggen: van ja. Ik heb maar drie jassen. Ik heb maar drie jassen. Het lijkt of een rampspoed hem heeft getroffen. Naam. Subhanallah. Wij verkeren in miljoenen gunsten wat wij niet doorhebben en wij klagen over dingen die niks voorstellen. Wallah, in genoeg overleveringen van de vrome voorgangers hoor je het volgende. O boodschapper van Allah, ik heb één kledingstuk. En als die getroffen wordt door bloed, uh, menstruatiebloed, wat moet ik dan doen? Ik heb één kledingstuk wat ik draag. En als die getroffen wordt door menstruatiebloed, wat moet ik dan doen? Ze komt toch vragen stellen over haar godsdienst. Zo arm is zij. En toch stelt zij een vraag over de godsdienst. Over hetgeen wat zij nodig heeft. Niet wij hebben genoeg dingen. We zijn niet tevreden. En wij willen nog meer. Terwijl wij nog meer zondigen. Zijn, nog meer bezig zijn met zaken die ons alleen maar zullen schaden. Wees tevreden met hetgeen wat je hebt. En daarom zei ik voor het gebed, kijk altijd naar mensen die het krabber hebben als het gaat om het wereldzinnig, als het gaat om het hiernaam, als kijk naar mensen die hoger staan dan jij. We moeten niet kijken naar mensen die mashallah een huis hebben van uh, 2 miljoen euro en een auto hebben van 200.000 euro nou, 200.000 euro en andere zaken. Nee. Waarom? Is het haram? Het is niet haram. Maar als het jouw bezigheid is, nou, dan is het zeker haram. Waarom? Het leidt jou naar haramzaken. Je probeert geld te verdienen op de vers, verschillende manieren die niet toegestaan zijn. Alleen maar om bij, te, om bij te horen. Bij die groep mensen. Jij denkt van, als ik dat heb, dan ga, gaan de mensen mij anders behandelen. Anders zien, anders beschouwen. Gaan meer respect voor me hebben. Wallahi, beste broeder, anders zou jij miljarden op zak hebben. Hetgeen wat de mensen tegenover jou doen, is alleen maar hypocrisie. Alleen maar hypocrisie. En kijk maar, wanneer iemand rijk is en hij wordt arm, wallahi zal niemand met hem vinden, niemand meer. Al die mensen die, laten we zeggen, bij hem gingen smeken en aan hem gingen plakken, wanneer hij arm is of arm wordt en niks meer heeft van zijn bezittingen en geld, dan zie je al die mensen één voor één van hem verdwijnen. En daarom zegt Allah zo in de Koran: de, de vrienden, de geliefden van elkaar zullen altijd vijanden voor elkaar worden als ze elkaar lief hebben om wereldse za zaken. Behalve de mutaqeen die elkaar lief hebben om willen van Allah subhanahu wa taala. En daarom beste broeders en zusters beperk, beperk je tot hetgeen wat halal is, wat toegestaan is. Hij zegt Rahimaulla. En als ik hoge statussen en functies wil bereiken en behalen, kon ik het ook bereiken. Oftewel, dan zou ik ook de wegen kennen om dat te kunnen behalen. Dat hij, laten we zeggen, een minister zou worden of iets anders. Maar ik kies niet voor het wereldse en ik verlaat het hier namals. Ik kies niet voor het wereldse en ik verlaat het hier namens. Hij zegt, en ik zal mijn kennis niet gebruiken om juist wereldse zaken te belangen. Dus ik ga mijn religieuze kennis niet gebruiken om juist wereldse belangen te behalen. En dan zal Allah dan zal mij daarvoor zeker straffen. Dus beste broeder en zuster, jij bent een student van kennis. Wat dien je dan constant te doen? Jij dient constant op afstand te blijven van hetgeen wat haram is, duidelijk haram is. En ook zelfs op afstand te, te blijven waar bepaalde twijfelachtigheden zijn. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En degene die op afstand blijft van twijfelachtigheden, dan zal hij zijn godsdienst en zijn eer beschermen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa zijn eer en godsdienst beschermen. En dat is hetgeen wat wij dienen te doen. Altijd, beste broeders en zusters. Ook het feit dat jij in Nederland woont, betekent niet dat je alles mag doen. Of dat sommige mensen klagen van ja, maar je kon geen werk vinden. Als jij geen werk kan vinden, mag je dan iets doen wat haram is? En dan zegt iemand: ja, het is een nood. En dat sommigen nog zeggen: ja, maar je kan niet, laten we zeggen. Ontslag nemen van een werk wat haram is, totdat jij een halal werk gaat vinden. Want dat is eigenlijk hetgeen wat logisch is. Stel je voor dat jij tien jaar lang daar blijft werken, jij zegt ja, ik ben nog steeds aan het zoeken. Tien jaar lang? Hoe gaan we dat, hoe gaat dat het kunnen doen? En stel je voor dat je op dat moment komt te sterven, terwijl je op dat moment, jij dingen doet die verboden zijn. Dan heb je het verpest. Dan heb je het verpest, beste broeder en zuster. En daarom dienen we altijd eerst onszelf te gaan vragen. Ik ben een studie aan het volgen. Wat wil ik daarmee doen? Wat voor werk, wat voor baan, wat voor beroep wil ik straks doen en uitoefenen? Er ja, zijn mensen die zeggen, ja maar ik moet toch een opleiding volgen. Ja maar, de bedoeling is dat jij daarmee gaat werken. En als je een daarmee alleen bepaalde werk gaat verrichten wat haram is, ja, dan moet je gelijk voor de opleiding veranderen. Ja maar dat is hetgeen wat ik hier kan verrichten. nee. Of wat, wat ik kan volgen. Nee, je dient, subhanallah, goed te gaan nadenken. Is hetgeen wat ik van plan ben een zaak wat mij kan baten in mijn godsdienst en ook in mijn wereldse zaken? Dan pas dien ik het te doen. Is het niet het geval, dan neem je afstand daarvan. Ongeacht waar je ook woont. Zo dient een moslim te denken. Plus, je leeft in Nederland. Hier heb je meer kansen dan andere landen. En nou, dat je zegt, ja, maar wat moet ik anders doen? Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Of niet? Dat moet jij niet aan mij vragen wat jij moet doen. Wat jij moet doen is dat jij op afstand blijft van datgene wat verboden is. En dat jij verbonden bent met Allah en Allah en smeekt en vraagt om jou hetgeen te geven wat halal is. Wat 100% halal is. Ja, want wanneer jij dat niet doet, dan zul je jezelf alleen maar schaden. En daarom zeggen de geleden: een van de redenen dat onze smeekbeden niet verhoord worden, dat wij wil haram geld verdienen. En daarom noemde de Prophet sallam, een man. Hij zegt, hij was op reis. Dat is een van de middelen of de oorzaken dat de dua verhoord wordt. Hij zegt, en dat hij, laten we zeggen, een uiterlijk had die niet aangenaam is. Dus laten we zeggen, zijn haren zijn alle kanten opgegaan, vol met zand. En zijn kleren zijn niet schoon. En het is eigenlijk, wanneer je jezelf vernedert voor Allah, bij het zweken van Allah, dan heeft het meer kans op verhoring. Eén, hij was een reiziger. Twee, hij verkeerde in een arme toestand. En drie, zijn uiterlijk was niet aangenaam. Dus hij had wel verschillende zaken die juist behoren tot de redenen dat de smeekbede verhoord wordt En ook dat hij zelf zijn handen ging opheffen. En hij vraagt, ja Rab, ja Rab, terwijl hij Allah smeekt en vraagt. Proezo Asim zei, Haram, حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ niet بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ Oftewel, zijn voedsel is haram. Zijn drink is haram. Zijn kleding is haram. Zijn lichaam is gevoed door haram. Hoe kan zijn dua verhoord worden? Hoe? Waar komt de verhoring? Wij klagen waarom, smeken wij Allah, maar er is geen verhoring. En dan zeg ik tegen jou, beste broeder en zuster, als jij wil iyadi billah, naam, haram, verboden verdiensten hebt, dan kan de dua niet geaccepteerd worden bij Allah subhanahu wa ta'ala al zul je zelfs, laten we zeggen, bij de laatste een derde deel van de nacht opstaan en Allah in de sujoed, zolang jij wil nog steeds naam de haram, het verboden, blijft vasthouden en omarmen, en dat jij om met je kiezen daarop bijt, kan jouw du'a niet verhoord worden. Dus dat heeft te maken met onszelf, en daarom zegt Allah in de Koran en al hetgeen wat jullie heeft getroffen het heeft te maken met hetgeen wat jullie zelf hebben verricht hetgeen dat, dat, hetgeen dat, dat wat wij aan het vertellen zijn dat onze smeekbeden dus niet, ver, niet verhoord worden betekent dat wij dat aan on, onszelf hebben te danken dat hebben wij aan onszelf te danken beste broeders en zusters dus het te bil Min ahemi gisali talib het bezitten van القanaa, dat je, je genoeg hebt aan hetgeen wat Allah in zijn gegeven heeft Min ahemi behoort tot de belangrijkste eigenschappen van een student van kennis. En ik moet dat hij tevreden moet zijn met hetgeen wat Allah in zijn hem gegeven heeft. Helaas gaan we nu stoppen met de les omdat ik een andere les ergens heb. En dat betekent dat ik jullie helaas moet verlaten. Uh, hetgeen wat jullie kunnen doen. is dat jullie kunnen, kunnen aansluiten voor een half uur. bij tafsir boven. De uitleg van Surat al-Kahf, deel 2. En morgenochtend gaan we weer verder met punt 7. Inshallah ta'ala. Duidelijk? Is er een vraag? Ja rechterhand. De broeder zegt: mag je Haram werk verrichten als je in de armoede zit? Ook niet. Als je arm bent, moet je juist Allah en Zawzele vragen en smeken om jou wat geen te geven wat halal is. Naam. Als je arm bent, maar ik denk dat de meeste mensen arm zijn, zijn jullie allemaal rijk? Wist is rijk? Ik niet, jullie wel? Ja, Masha Allah. Allah, jou meer en meer geven. Amin. Nou, dus ongeacht in welke toestand men verkeert, dient men altijd zich te beperken tot hetgeen wat halal is, niet haram. is er een vraag? Zusters, heb jullie vragen? Ik merk dat jullie geen vraag stellen. En we hebben geleerd. De genezing van een onwetende is het vragen van stellen van vragen. Naam, nou, heb jullie vragen? Naam, het sorry. Geer, ik hoop dat het wel begrepen was, duidelijk was. Jullie konden het ook makkelijk volgen, bijhouden. Klopt het? Ja. ja. Alhamdulillah. Barak. Ik hoop dat jullie de zaken die wij behandeld hebben, ook kunnen toepassen, inshallah. Gelijk kunnen gebruiken. Vooral omdat jullie nu ook kennis aan het vergaren zijn, dan is het makkelijk om dat te kunnen toepassen. خيرا نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله